Het is ontzettend spannend. Wat we gaan doen, ik weet niet of jullie het... Frank weet van niks. Er was net al iemand had iets op Facebook gezet. Wie was dat? Frank heeft geen Facebook, maar dan nog. Hij weet van niks. Het is natuurlijk hartstikke spannend. Hoe gaat hij reageren, weet je wel? Dat is ja, natuurlijk... Nou, het volgende is, wat ik zelf het meest enge vind... Ik weet niet of het in de gaten is, maar de presentator is behoorlijk over zijn toeren. Daar is dat ik ga zo in een halve maand steeg staan in de artiestenfoyer en daar rook ik een sigaretje. We leggen even uit de afspraken. Oh, de afspraken, ja. Wat Frank denkt. Frank denkt dat er hier de hele dag een seminar is geweest voor het bedrijf BMC. Dat is een managementbedrijf en die zijn de hele dag hier geëntertained met allemaal workshops en cursussen. En die zitten nu in het voorhuis een borreltje te drinken. Richard wacht Frank op bij de artiesteningang, sigaretje rokend, en zegt tegen hem, oh wat lekker dat je er al bent, loop even mee. Frank denkt dat hij geïnterviewd wordt voor het bedrijf. Met mij samen. Met Richard. Wow. Over management in theater. Frank vroeger een eigen bedrijf gehad, een school geleid. Richard, jong, succesvol cabaretier. Ja, jong, nee, mag jong, jong, ja, jong, dank je. Ja. Ja. In vergelijking zomer. Tot Frank, zo, dus ik voel me heel jong, ja, dat is waar. En ik heb de line-up gezien, nou, ik ben echt de jongste. Maar dat blijft zo. Dus ja. Frank wordt hier geïnterviewd, samen met Richard. En daarna treedt Richard nog solo op, denkt hij. En wat leuk is, Frank denkt En Frank denkt dat hij voor deze snabbel €500 krijgt. Maar het leukste is, deze hele avond is betaald uit zijn eigen stichting. Dus het is heel dat vind ik. Oh ja, die ga ik straks ook maken, die grap, dus dan nog steeds lachen. Hè? Ja, dat moet je wel doen natuurlijk. Hey, en is dit allemaal, is dit gewoon mensen die zijn opkomen dagen? Want anders is het misschien leuk om een beetje van achter op te vullen. Nee, hier gaan de gasten Nee, maar opkomen. Die drie stoelen op de tweede. Ze lopen. Waar lopen ze dan? Waar woont hij dan? Nee, op de reguliere schaal. Oh. Komt goed. We hebben nog even de tijd. Komt goed. Nee, dus trek mij er ook een beetje doorheen, wou ik alleen maar zeggen. Ja. Richard gaat een sigaretje roken. Die gaat een sigaretje roken en die vangt Frank daarop. Wat lekker dat je er al bent. Loop even mee, dan laat ik je even het setje zien waar je straks zit, waar we geïnterviewd worden. Want om 8:30 gaat de zaal open en dan komt het personeel van BMC weer naar binnen. Dus loop even mee. Richard vangt hem op. Zij lopen via de artiesteningang hier meteen het trappetje op. En Frank komt meteen op. En wees stil dan, hè? Allemaal doodstil. Maar jullie kunnen mij horen. Dus de zender blijft aanstaan. Dus jullie horen alles wat ik zeg maar bij Montmartre naar binnen trek. Maar ja. Precies. Ja. Dan geeft Richard één openingszin waarop de leader van de avond begint te lopen op het beeldscherm achter ons. En is het aan jullie, aan ons allemaal, om Frank op een ovationele manier te ontvangen. Een reanimatieteam staat klaar. Nee, maar lijkt mij wel leuk als ik dan zeg van dames en heren, vanavond in de hoofdrol 70 jaar Frank Sanders. En dan komt die muziek van Mies Bouwman. Dat jullie allemaal natuurlijk even gaan staan. Dat zou sympathie. Zal ik niet zeggen dat is afgesproken. En vanaf dat moment rolt het programma wel zoals het rolt. Ja. Hopen wij. God zegen de greep. Ja. Oké, iedereen gaat nu naar zijn plekje. Ik ga naar beneden, kan je mij nog steeds horen? Jij gaat roken? Ik vind het spannend, dit. Ja. Ik wil eigenlijk nog een slokje, maar ja, laat maar gaan. Ja, zij gaan zo stil zijn. Hij loopt best snel, dus ik hoop dat ik ben nu al beneden, dat ik geen sporter ben geworden, is een raadsel, hoor. Wat een gedoe, zeg. Zo, ik sta nu buiten. Maar jij kan toch bij mij staan, of niet? Is mijn briefje weg van mijn hoofd? Oké. Okay. Nou, ja, is weg. Ja. Even een applaus. Het is hier achter heel laag. Dus toen ik vanochtend binnenkwam, stootte ik mijn hartjes al meteen. Dus ze hebben een briefje opgehangen, dus nu weg. Nee. Richard hoort mij niet natuurlijk. Horen jullie mij? Ja! Ja? Oké, je kunt me goed horen. Hou deze deur maar over dan. Moet je 70 voor worden? Nee, ik steek nu dus de sigaret op. Mocht iemand het interesseren, ja, die deur moet dicht. Nog 450 meter, hoorden wij net. Nee, mevrouw, sorry, nu geen handtekening. Maar ik ken dat heel Amsterdam niet.
Want zeg je, hoi. Moet je naar binnen? Gauw naar binnen, want als hij aankomt, ziet hij het. Hij komt, hij is er bijna. Ja, dat kan nou even niet. Spannend, hè? Wat zeg je? Jij die liggen op dat ding, ja. Klopt. Nee, ik zie nog niks. Trouwens, even voor de techniek. Het zaallicht net was wel heel erg veel. Dus misschien dat het straks ietsjes minder. Maar dat doen we tijdens de show wel. Als hij opkomt, moet hij ze wel zien natuurlijk. Ik bemoei me weer met dingen waar ik me niet mee moet bemoeien. Ik zie hier een kind in een bakfiets. Het is heel Amsterdams. De reclame op de tram voorbij van Abercrombie & Fitch. Heel gek, word ik nooit voor gevraagd. Ze komen toch van die kant? Red je dat nog? Ja, maar ik ben helemaal uitgedroogd. Jij ook. Ta ra ta ta. Super, dankjewel. Super. Jij bent ook nerveus. 250 meter. En ziet hij jou ook? Wij staan hier toch samen te praten, kan toch? Ja, nee, hou maar open. Niet te opvallend doen, dus ik kom niet meteen. Misschien wil hij ook wel een sigaretje eerst. Rookt hij? Ik vind het spannend. Ze weten van. Ja, ze zijn nu op het Rembrandtplein, zeggen ze. Nou ja, ik steek nog wel een sigaret op, want dat gaan we niet redden, schat. Oh. Ja, nee. Ik weet niet wat ze allemaal op het Rembrandtplein verzaam. Ja, gaat goed hoor. Er is hier nog niets te zien. Maar hij schijnt 200 meter hier vandaan te zijn. Dus. Maar Christian heeft een oude telefoon, hè. Ja, ze komen eraan, jongens. Ik zie ze in de verte. Ja, iedereen stil. Ik denk nog 150 meter. Boring, even stil allemaal. Oh, mijn gulp. Ja, dat is goed. Oh jongens, ik vind het eng. Oh, daar komen ze. Hij ziet me niet, vind ik kippig.
had mijn jas helemaal niet bij me. Hey! Hallo! Moest even een sigaretje hoor. En ja, ik moest net zenderen, want ze komen over 10 minuten die zaal alweer binnen. Dus jij krijgt ook zo'n zender. Ja, veel te overdressed, joh. Ze zitten allemaal in een spijkerbroek. Nee, je meent het niet. Ja, schat, ze hebben wel een jasje aan, maar een beetje van die zakenmensen, weet je wel. Ja, maar ik zei dat Chris, ik doe geen spijkerbroek. Nee, maar dit is, je bent hartstikke netjes, man. En een mooi jasje. En Ine is er ook bij. Ja, ik heb hem mee. Hallo. Wat zullen we, even het setje laten zien, dan krijg je je zender. Ja, en dan gaan we. Borrelen, dus dat is wel. Ze zijn aan het borrelen nu. Wat was het leuk, hè? Wat? Ja. Maandag. Wat was er dan? Wat was er? Was ik jarig, hè? Was je jarig? Hoe oud ben je geworden? Ach, houd toch op. Dames en heren, vanavond in de hoofdrol Frank Sanders! Schat, geef je schaal. Je ziet er perfect uit. Ga lekker zitten, schat. Ga lekker zitten. Ga lekker zitten, dan krijg je een zender. En laat het over je heen komen, zou ik zeggen. Wist je echt niks? Nee. Nou, wat goed. Lieverd, omdat je, dat je bij een avond met vroeg om dit te doen. Ja, toen wisten we het al dat je 70 werd. Ja, dat kan je op Wikipedia opzoeken. Ja, maar wat wil je? Je wilt iets bij mijn borst zakken? Ja, nou, ik zou het je wel laten bevallen. Hier, in dat dingetje. God, ben ik bij geen spijkerbroek aan het zetten. Ja. Ja, nou, dat had ook niet erg geweest. Ben je gek. Laat het over je heen komen, Frank, deze avond. En je hebt hem misschien nog niet gezien. Nee. Hè? Maar kijk eens wie er achter de vleugel zit. Nico. Nico. Ja, hallo, dag lieve man. Dag schat. Ja, begin van het experiment. Dat is hij. Ja, idioot. Maar ik dacht wel, toen je dat je zei dan, er zitten allemaal mannen wel in een spijkerbroek en zo. En toen dacht ik wel, toen ik daar liep en Nico zag, nou, dat is dan toch een leuk feestje voor die mensen. Ja, dat het toch een pianist is en zo. Maar daarna. Nou ja, oké, goed. Ik ben. Nou ja, laat het lekker over je heen komen. Nico, take it away. Overwhelmed. Ik hou het kort. Hij houdt het kort. Huize Vrede staat op de poort. Van de oprijlaan geschreven, die leidt naar de schoongeboende stoep van het huis. De meesten zijn slecht ter been, aan het bed gekluisterd. Er wordt per week minstens 1 ter aarde besteld. Even heeft hij geaarzeld, hij was stil die eerste dagen. Vooral hij voor het raam, hij sprak zelfs niet meer. Maar eindelijk dorst iemand toch aan hem te vragen. Vertel eindelijk over wat je toch vandaag weer buiten ziet. Enzovoort, ik ga het. Het zijn 12 coupletten. Ik heb de eerste en de zevende gedaan. Dank je wel, Nico van der Linden. Ja, Nico, dat is een vrolijk lied om de avond mee te beginnen. Nico, kom er even bij. Ja, ja. Nico, jouw herinnering aan Frank. Staat Nico zijn geluid aan even? Ja, oké, ik lepel hem. Deze even aan. Nico, jouw herinnering aan Frank. Als je aan Frank Sanders denkt, wat komt er dan bij jou naar boven? Ja, dat is heel, heel erg belangrijk voor mij geweest. Ik ben begonnen bij Frank.
Ik was 21 jaar en het is precies nu 45 jaar geleden dat ik eind april auditie kwam doen bij jou thuis boven. En dit was een van de eerste liedjes die ik van je moest leren. Die had jij geschreven, tekst en muziek. Ja, lang lied. Ja, en, wel heel mooi trouwens. Ik wist niet dat de opening was, anders had ik het niet gekozen. Maar goed, ik heb er geweldige herinneringen aan. Het is voor mij een enorme leerschool geweest. Ja. Nico, hartstikke bedankt. Ga zitten op de eerste rij. Voorzichtig, er zijn mensen die helpen je de trap af. Dat schijnt... Oh, je gaat hem eerst even afdoen. Ga maar even daarheen dan. Inderdaad, ik ben in de war. Ja, jongens, allemaal nogmaals welkom en in het bijzonder Frank. Een in de hoofdrol Frank. We zouden inderdaad geïnterviewd worden door een bedrijf over het produceren van stukken in deze tijd, in jouw tijd. Daar ben je met boter en suiker ingegaan. Absoluut. Dat is het goede nieuws. Slechte nieuws is dat we je €500 hadden beloofd. Ja. En dat deze avond wordt betaald uit je eigen stichting. Okay. Dus... een sigaar uit eigen doos. Ja, maar dat is niks nieuws hoor. En ik... En ik moet je eerlijk zeggen, toen ze mij vroegen om het te presenteren, ik voelde me ook een beetje opgelaten, want we kennen elkaar eigenlijk niet heel erg goed. Maar dat schept ook meteen weer een afstand, want als je beste vrienden hier staan, dan is dat toch anders. Ja, dat dus vandaar, en ik hoop dat je blij bent met de keuze. Nou, ik moet eerst zeggen, ze hebben eerst Frits Sissing gebeld, maar er was geen geld voor Notecue. Maar, nee. Dus ja, kleinigheidje blijf je houden. Er zijn onder andere twee belangrijke pijlers in jouw leven. Dat zijn Cabaret Het Experiment en de Frank Sanders Academie. Nou, deze twee werelden komen samen in de winnaars van de Jos Brink Genesius Penning. Speciaal voor jou, zeg ik het goed? Nee. Zeg maar. Genesius. Genesius. Ik heb er heel de middag op geoefend, het gaat weer niet goed. Nee, de Jos Brink Genesius Penning. Speciaal voor jou een optreden van al die winnaars tot nu toe. Met namen van mensen, 20 mei, 8 april, 13 december. Vader, je buurman, die je van de tweede, schepen verwelken en rozen vergaan. Maar je moet af en toe wel aan me denken, af en toe als je die regels zult lezen. Gij gaf mij uw album, hier is het dan weer. Ik schreef er een versje voor u daarin neer. Het zijn weinige woorden, mijn wens is maar klein. Blijf steeds, lieve Jopie, onschuldig en rein. Een vreugd voor uw ouders, een sieraad, een kroon. Dan vindt gij in uzelf het heerlijkste loon. Oma Kuster, tip dat top, de datum staat erop. 1952. Woorden en plaatjes, zacht roze plaatjes, bloemenrand, engeltje, zijde of glitter. Moeder als eerste zorgvuldig geschreven, vader onleesbaar met krachtige hand. En op de plaatjes die leeg zijn gebleven, staat nog met potlood wie of het moest vullen. Nel, Nel, wat heb ik een pret, nu ik mijn naam in je album zet. Plaatjes gekocht en woorden geleend, maar toch is alles van harte gemeend. Snoep je wel eens kleine dot, uit je moeders suikerpot. Vergeet mij niet, je tante Riet. De zee bestaat uit roomops, de duin uit korrelzand. De tijd uit ogenblikken, gebruik ze met verstand. J.A. Mastenbroek. Er zijn twee vriendelijke engelen die waken voor je lot. De liefde voor je moeder en nu ook de liefde van God. Vergeet je ganse leven, nog vreugd of tranen niet. Bij al je werk en streven, die vriendelijke engelen niet. Ik wil in je album schrijven, maar ik weet niet wat. Willen wij vrienden blijven? Hoe bevalt je dat? 12 september is de dag die je niet vergeten mag. Steeds zal ik u gedenken op elke plek van kaart. Uw beeld blijft in mijn hart en voortdurend trouw bewaard. En mocht het lot ons scheiden, nooit breekt de vrede.
vriendschapsband. In onze jeugd gesloten, wij blijven steeds in stand. En uit de beginperiode van het tekstperiment zijn hier Sylvia Albers en Guuske Kotte. Jongens. Echt waar. Nou, ik ga staan en knuffelen. Jouw eindexamen, jouw afstuderen op cd? Ja, hoe kom je daar nou aan? Ja, ik weet ook niet. Dat stond ooit op een bandje, op zo'n band die je met twee spoelen moet doen en zo. Hè? Ja, ik ben ook een nicht, ik heb er geen verstand van. Ze hebben het overgezet op cd, dus hard. En ik heb het laatst nog gezocht, het lag in de kelder, maar het was helemaal beschimmeld. Maar nu heb ik het dus nu echt gewoon op een van jou. Ja, maar ik was niet beschimmeld. Nee. Nog net niet, Sylvia. Sylvia, jij bent van het allervroegste begin. Van Frank. Je hebt samen met hem op school gezeten? We hebben op de IVO gezeten. Daar zijn we begonnen met schoolcabaret. Trudy de Jong. En Frank schreef toen ook al alles en speelde piano. En daar is het eigenlijk allemaal begonnen. En later zijn we naar de kleinkunst gegaan. En daarna hebben we het experiment opgericht. Ja, klopt. Met Nico. Met Nico. Ja. Ja. Oh nee, nou, daar zit heel maar daar. Oh. En er is een groot bewaard geheim, wat jij me net hebt toevertrouwd beneden in de catacombes. Oh god, weet je wat ik ga zeggen? Ja, ik denk het wel. Nou, ja, wij hebben heerlijk gezoend, Frank en ik. Ja. En jij kon er wat van, hoor. Okay. Ja, je was echt een lekkere zoener, dat moet ik wel zeggen. Ik weet het nog waar. Op Texel? Ja. Lekker winderig dan uit het gaan. Nee, in het strandhuisje. In het zomerkamp, in het strandhuisje. En was je ook echt een beetje verliefd op Sylvia? Ja, wij waren er wel. Ja, hoor. Ontzettend leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ontzettend leuk dat je er bent. Lief, dankjewel, wat een mooi cadeau. Ja, schat, dat ben ik heel erg... Nee, maakt niet uit. Zullen we even naar een heel klein fragment luisteren van die cd? Volgens mij hebben we een paraat staan. Oh. Ga zitten. Ik zeg hallo. Ik zeg hallo. Zeg je uit, doe even uit. Ik zeg hallo. Staat dat hier op? Dat staat erop. We brengen nu een show. Over de herfst. Nou ja, je hebt er toch een leuk diploma aan overgehouden, Nee, want als dit mijn eindexamen is, dan staat hier een nummer op wat ik samen met Sil doe. Nee, hè? Jawel. Wat is... Ja. Oh. Nou, Guuske Kotte, kom erbij. Guuske, kom, jij wilde iets vertellen. Sorry, Zil. Nee, vertel. Ik zeg hallo. Frank deed, ik zat dus ook op de Kleinkunstacademie. Ja. Ik in het eerste en hij in het vierde, geloof ik. En dan deed jij cabaretjes op de eindavond. Ja. En daar zat ik zeg hallo in. Ja. En als je me even vasthoudt, kan ik het nog voordoen ook. Oh god, ja. Ja. Hallo. Ik zeg hallo. En dan ook nog omgekeerd met de handen. Tot twee keer aan toe, want we hebben het 2 jaar gedaan. Toen was je er al vanaf en toen deed je het ook nog met ons. Dit is jouw liedje? Ja. Oh mijn god, wat heftig. Oh jongens, wat erg. Ja. Nou jongens, fantastisch dat jullie er zijn. Ga lekker zitten, er zijn twee mooie mannen die hier heel de avond... Ik zou mijn kans grijpen, Sylvia, ik jou was. Voorzichtig, hè? Lieverd. Ja. Niet te groot. Oh, ja. Ja, toch? Heel goed dat je er was. Kun jij naar beneden met de stok? Met de heren. Dan moet ik er wel even bij zeggen, Frank, dat het ook de bedoeling was geweest dat Lia Caron hier zou zijn. Maar die is in Frankrijk. Die is op vakantie. Ja, in Frankrijk. Last minute 2,99 een week. Ja, dan zit Lia aan het vliegtuig. Dat heb je nou eenmaal. Daar doe je niks. Ga lekker zitten, leg de cd op tafel. Ik zou gewoon stage diven, dat is ook leuk. Ja, het is echt wel geschiedenis hoor. Maar dat liedje wat zij deden... Ze gaan nog verder. Oh, het gaat voort nog. Dat hebben we doorgeregisseerd. Maar zo'n Pussy-album, dat zegt de mensen toch niets meer, hè? Ze zijn allemaal gebriefd van tevoren. Oh, heel goed. Ik sta even vanaf 7 rotte stand-up. Ik heb alles doorgenomen. Of ik... Oh, ik zit te schrijven in je album, vraag je mij. Nu, ik mag niet achterblijven, voegen dus wij mensen bij. Wees zachtmoedig en hulpvaardig, geef haar elk een vriendelijk woord. Door zelf goed en sterk te wezen, help jou licht een ander voort. Je buurjongetje Henkie.
plaatjes, wat werd er van Henkie? Waar is Mariet? Waar is Sander Fiskus? Rozer verwelken ook die van Jantine. En meester Mastenbroek is er niet meer. Al die gebedjes, die raad en die wensen. Wie wist hoe weinig maar waarheid zal worden. Als ieder versje in dit boek u zegen brengen zal, dan hoop ik dat het bladeren krijgt, oneindig in getal. Woorden en praatjes en wensen van mensen. Waarom zijn wij dan niet altijd gelukkig? Het zal nooit zo zijn als geschreven staat in een poëziealbum. Trains and boats and planes are passing by. De penningwinnaars. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Lieve Frank, we gaan een spel doen. Heel makkelijk. Herken jij deze stem? Dag Frank, lust je een lekker glaasje rode wijn? Nog een keer. Nog een keer. Dag Frank, lust je een lekker glaasje rode wijn? Oh. Nee, ja, ik weet het, maar ik kan niet opkomen. Dat maar kan ik me voorstellen. Ja, want noem het. Zal ik het zeggen? Ja. Van jouw eigen huisrestaurant. Ja. Marco Dijkhuis. Ja. Ja. Kijk, met wijn. Het is echt net de hoofdrol. Het is net echt. Wat zeg je? Oh, het is net echt de hoofdrol met zo'n jingle erin. Ja, dat is leuk dat het ook zo overkomt, ja, want anders hebben we het echt verkeerd gedaan. Wijn. Oh, ja. Ja, wat heerlijk. Marco. Nee, maar lekker gewoon. Marco, even slot, je zou alleen een wijntje komen brengen, maar ik wil je toch even vragen. Okay. Wat is Frank voor klant? Want hij zit er dag en nacht volgens mij, of niet? Hij is ook wel eens een dagje weg, maar ja. Hij is rustig, hij is thuis en het is gezellig samen. Ja. Het is gezellig samen. En kwam hij overigens met Jos al bij jou? Ja, alleen toen had ik de zaak nog niet. Dus hij was voor mijn tijd was hij daar ook al. En hij heeft mij ingefluisterd dat hij daar vele dingen heeft geschreven. En geschrapt, ja, ook. Samen. Ja. En veel herinneringen daar liggen. Ja. Ja. En als jij aan Frank denkt, waar denk je dan aan? Aan gewoon een warme, gezellige man die gewoon lekker zit te genieten. En vaak ook met zijn studenten zit te overleggen, maar gewoon zichzelf is. Nou, mooi. Nee, goed zo, dat hadden wij ook al gedacht. En altijd dubbele mayonaise. Dubbele mayonaise, ja. Ja. Dat is bij jou heel anders uitgepakt dan bij mij helaas. Maar goed, dat maakt niet uit. Heel erg fijn dat je er bent. Ga lekker zitten. En ja, Frank, je ziet wel, er zijn stoelen genoeg nog. Ja, dus we hebben nog genoeg gasten via de trap. Ik weet niet of je erop prijs stelt dat de jongens je vastpakken even. Ja, dat geeft allemaal niks. Ik ben nog steeds enorm verbijsterd, hoor. Wat zeg je? Ik ben nog steeds verbijsterd. Ja, dat is de bedoeling ook, Frank. Echt, jongens. Ik heb kaartjes, hè, dat je het weet. Ja, dat jij groot gelijk. Toen begon na de Kleinkunstacademie jouw professionele carrière. En die carrière begon bij niet zomaar iemand. Bij eigenlijk een van de grootste vedettes die het Nederlands theater heeft gekend. Ja. Er is een heleboel veranderd in de kern. We zijn de laatste tijd veel soepeler geworden. En toch, er zijn nog altijd strenge kloosterorden. Dag Frank, dit is Pien, Jasperina. In het diepste geheim werd mij medegedeeld dat jij gaat verjaren en dat dat nu vandaag is. En dat men iets voor je organiseert in de Kleine Komedie. Lijkt me heel leuk voor je. Je begrijpt dat ik meteen in de pen klom om je dit briefje te schrijven. Maar eerst even van harte met je verjaring. 70. 70 jaar ben je nu. En dat vind ik wel erg voor je, omdat ik denk dat jij het erg vindt. Maar ik kan je troosten. Ik heb zelf zo'n viering ook meegemaakt. Het is heerlijk. 70 zijn valt reuze mee. Eigenlijk is het zo prettig. Er is zoveel te doen voor ons.
Je kunt gaan bridgen. Er zijn clubs van allerlei soorten. Zoals leesclubs, knutselclubs, schilderclubs en niet te vergeten sleutelclubs. Draaien is ook erg in. En dan natuurlijk bingo. Ik lees mijn brief even voor aan je en hoop dat je het kan verstaan allemaal. Ja, hoor eens, je bent nou 70. Eigenlijk had ik een filmpje willen maken van mezelf op mijn nieuwe iPad. Skype heet dat toch? Ik zat op allerlei knoppen te drukken en te onderzoeken hoe het moest. Toen ik opeens iemand in beeld zag die me vaag bekend voorkwam. Dat ingespannen, gefronste gezicht. Ik keek nog eens en zag toen... Oh, dat ben ik. Help, help. Als ik dit aan Frank stuur, herkent hij me helemaal niet. Daarom doe ik alleen mijn stem. Die zal je nog wel herkennen, hè? Wat kennen we elkaar al lang, Frank? Je deed mee in onze eerste musical, De Stunt. Daarna deed ik Sweet Charity. Jij deed gelukkig weer mee. En toen, inmiddels 1970, deed je mee in mijn eerste show. Weet je nog? De Jasperina Show. Ik denk aan het pauzenummer. Leven de Lol heette dat volgens mij. Het was een parodie op het toen al verdwijnende variété-toneel. Ja. Waarin ik op jouw schouders zat en zo moest lachen. Jij minder, herinner ik me. Je moest meteen een ander overhemd aantrekken. Maar goed, ik treed niet verder in detail. Na de Jasperina Show ging jij je geheel eigen weg. En zagen we elkaar zo nu en dan. De laatste jaren wat vaker. En altijd zei je me dan dat je heel veel van me hield. Ik zei dan, ja, ik ook van jou, Frank. Wij hadden een liefdesrelatie. De best bewaarde liefdesrelatie van Nederland. Frank, ik stop nu, want er zijn vast een heleboel mensen die ook wat willen doen voor je. Heb veel plezier vanavond. Tot gauw. Kom je nog eens een keertje eten? Ja. Kus van Pien. Oh, wat dag. Lief, wat lief, wat lief. Oh, wauw. Dit is het liedje van een kikkerjongeman. De laatste kikkerjongeman in de laatste schone sloot. Hij had nog een oude vader, daar kreeg hij het rambam van. Vreselijk het rambam van, want zijn vader die besloot dat zijn zoon maar gauw moest trouwen met een meisje. Dat als enige nog voorkwam op zijn lijstje. Als de allerlaatste kikker in dus keus was er niet veel. Maar de kikkerjongen wou niet. Hij was homoseksueel. Dat is voor een laatste kikkerjongen toch een ongemak. Kwak, kwak. Nou, zijn vader kreeg natuurlijk vreselijk de kleren in. Zo enorm de kleren in. En hij kwaakte dan ook luid. Ben je nou besodemieterd? Jij sticht dadelijk een gezin. Een gezond en groot gezin. En dat meisje wordt jouw bruid. Jezus jongen, wat een aanbod voor een kikker. En bovendien, wat wil je nou als kikker flikker? Er is nergens meer een tweede die beantwoordt aan jouw gril. Geen gelul, je trouwt vandaag nog en je zorgt voor kikkerdril. Ik kan het zelf niet doen, ik ben geen nicht. Maar wel een oude zak, kwak, kwak. Nou, de kikkerjongen deed toen wat zijn oude heer verkoos. Het leek hem nogal vruchteloos, maar hij trouwde haar pardoes. En ze gingen samen wonen in een huis van kikkerkroos. Maar er kwam geen kikkerkroost, want hij had een reuzensmoes. Hij zei, liefste, ik ben stapelgek op vrouwen. Maar toch kan ik slechts platonisch van je houden. Want het is hoogst onverantwoord dat gevrij en dat gepaard. Dat heeft strakjes resultaat en ik vertrouw geen ooievaar. O, wat was ze ongelukkig, maar haar bruidegom die sprak.
Nee. Oh, wat was ze ongelukkig, maar haar bruidegom die sprak. Kwak, kwak. Jongens. Uw applaus voor Ara Halici, Christian Seikers en Oscar de Boer. Mannen van het allereerste jaar van de Frank Sanders Academie. Ik moet echt gewoon een slokje, neem nog lekker een slok wijn. Ja, nee, dat klopt. Dat is wel heel heftig nodig, zeg. Dat is nodig, dit hè? Liedje deed Lucie Lange op haar auditie voor de Kleinkunstacademie. Okay. Ja, maar na haar eerste couplet wist ze het al niet meer. En dacht toen, dit moet ik dus niet meer doen, de Kleinkunstacademie. En is toen gewoon maar begonnen. En is en nog heel leuk terecht. Heel goed toch, afgelopen, ja, inderdaad. Afgelopen. Lucie de Lange, ja, inderdaad. Ja, ja. Hey Frank, neem een slok wijn, want een in de hoofdrol, daar zou natuurlijk geen in de hoofdrol zijn zonder, ook al zijn het er niet zoveel die je hebt, familie. Ik heb helemaal geen familie. Ja hoor, moet je maar eens opletten, staan hier, in de coulissen. Ze zijn allemaal dood. Hier... Nee, deze twee niet. Hier nee. Is je nicht, Carmen Augustinus, nou ja. En schoonzus Lianne Balinger. Hallo, kom erbij. Echt, kom. Hallo. Wat leuk. Hij dacht dat jullie dood waren, hoorde je dat? Dat is nou ook wat. Nee, dit is echt, jongens, dit is... Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Ja, ik heb maanden zitten bellen. Ik heb het allemaal alleen gedaan. Het is verschrikkelijk. Voordat je haar aan de telefoon ja, hebt. Dat is echt. Ook. Dan moet ik even... Ik denk, u bent Lianne of niet? Dit is Lianne. Oké. En dit is Carmen. Oké. Dit is Carmen. En Carmen, daar zit een verhaal aan vast. Want jij bent de dochter van oom Sander en tante Jopie. Ja. En daar, dat heeft iets te maken met Franks artiestennaam. Dat weet ik. Dat heb ik ooit in een boekje gelezen. Dat wist u zelf niet? Dat had hij zelf niet verteld. Want uw vader, dat was... hoe heet uw vader? Sander. Alexander. En jij vond dat zo mooi, dus je dacht, ja. Ik wil die achternaam hebben. Want ja, jij ik vond eigenlijk dat Balingen, dat vond ik niet zo mooi. Balingen heet hij, net als ik. Ja. Hey, en ik heb het idee dat jullie hebben volgens mij geen grote, maar ook niet een hele hechte familie, of wel? Nee, niet met Frank. Leuk dat ze je uitgenodigd hebben dan. Ja. Hey, maar waarom vond u het belangrijk om toch vanavond op deze avond te zijn? Nou, dus ik heb ook niet veel familie meer. Frank is een van de weinigen. Een van de weinigen. Ja, een van de weinigen. En wat zijn de herinneringen die u heeft aan Frank van vroeger? Van vroeger? Ja. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, dat is zeker moeilijk. Ja. Lianne was getrouwd met mijn broer. Ja. En die is overleden. Hoe lang geleden nu? 4 jaar geleden overleden. Oh, dat is nog heel kort. Ja. En zij woonde in Delfzijl. Dat is een pokken en weg. Nee, daar ga je niet zomaar om de koffie. Nee, toch? Nee. Nee. En als ze daar speelden in de Klinker, dan kwamen ze heel zoet, heel lief, lichtgetrouw kijken en premières. Want waren jullie dan wel trots van Jos en Frank, familie van ons, ja? Ja, vooral zijn broer, hij was ontzettend trots. Ja, Ruud was dat. Ja, Ruud, ja. 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 Vertelde je ook tegen iedereen van, ik ben de broer van? Ja. Natuurlijk, ja. Ja, zeker. Ja. Moet u nou nog helemaal terug naar het Delfzijl of woont u? Ja, nog straks toch helemaal? Ja. Is er een auto geregeld voor die vrouw? Of moet het allemaal met openbaar vervoer? Nee, toch? Oh nee, er wordt geregeld. Wat ik vind het echt verbijsterend, hoor. Dat is toch geweldig? Ja, ik vind het fantastisch. Dat je lief dat jullie er zijn. Wat leuk, wat ontzettend lief. En zijn vriend zijn mee. Mijn kleinzoon in de vriend is ook een nicht. Ja, ja. Wat leuk. Daar kan je niet genoeg van hebben, toch? Ja. Echt waar? Oh, wat leuk, wist ik ook wat niet. Wat zegt hij? Wist ik ook dat niet. Dat wist je ook nee. Niet. Ja. Gefeliciteerd. Nee. Ja, het zit toch in de familie. Het zit toch in de familie. Het zit in de familie. Nou, bij mij niet, maar ik zou zeggen, ga lekker zitten. Fantastisch jullie er zijn. En zo meteen na afloop kun je iedereen nog even spreken. Gezellig met een borrel. Wij hebben ook cadeautjes mee, maar die mochten we niet geven. Nee, dat houdt op, dat houdt op. Hoor. Dat regelt hij. Dat is met een professionele avond, dan knippen ze eruit. Kom. Je mag de trap af. Kom maar. Ja, je mag de trap af. Leuk, jongens. Leuk. Lekker zitten. Het is ook een geweldige soort, wonderlijk soort déjà vu. Ja. Ik denk, als maar straks komen mijn moeder en mijn vader ook nog op en zo, weet je wel? En, ja. En Jos met zijn ouders. Ja. En zo. Nou ja. Nou, een verrassing. Nee.
Nee, maar gelukkig, dat gebeurt natuurlijk niet. Dat gebeurt niet, nee, dat gebeurt niet. Maar dat is toch wel heel wonderlijk, hoor. Ja, maar je noemt het nu net zelf al even. Ik zou zeggen, richt jezelf een beetje richting het scherm. Ja? Ja, daarom hebben we draaistoeltjes ook over nagedacht. Ja, dat vind ik een waanzinnige vondst. En dat heb ik ook al net al, dat vinden ze allemaal prima, dat je even met de rug naar het publiek zit. Ja, bij Mies was dat heel onhandig. Bij Mies was dat heel onhandig. Nee, helemaal niet goed. Geen stijf. Maar Mies bleef ook heel tijd hierachter staan. Ja, dat was helemaal niet. Maar omdat ik zo petit ben, dan val ik zo weg. Dus vandaar dat... Lieve schat, je zei het net zelf al, vanaf 1972, zowel op werk als op privégebied, de allerbelangrijkste man in jouw leven. Kijk even mee. Jij en ik is wat ik wou, wat ook gebeuren zou. Ik hou je altijd een vrouw, partners. Hey. Samen staan wij sterk, niemand kan alleen. Je bouwt een kathedraal, met velen om jou heen. Ik heb het vaak gedacht, beter af alleen. Maar enkel fout beperkt, samen staan wij sterk. Dames en heren, hartelijk welkom bij de finale, bij het derde gedeelte van onze show. Die wordt ingezet door iemand die u dit jaar, aan het begin van dit jaar, al hebt kunnen zien op het Songfestival. Samen staan wij sterk, de wereld is zo groot. De sterren staan zo ver, de hemel is zo hoog. Het doet er niet veel toe, hoe koud het jou ook laat. Samen zijn wij meer, je weet het vroeg of laat. Het is de eenvoud van de tweevoud. Je vindt het niet als je het zoekt. Je hoeft er niemand voor te volgen. Het komt soms vanzelf naar jou toe. In een gouden pak. In een gouden pak. Oké? Okay. Ja, doe maar. Kijk. Is toch kostelijk? Ja, als het niet, het mag niet te lang worden. Hier dan... Nee, maar dan haal ik het foto er weer uit. Oh ja, ja, is goed. Ja? Ja, prima. Okay. Ja. Het is de eenvoud van de tweevoud. Je vindt het niet als je het zoekt. Je hoeft er niemand voor te volgen, het komt soms vanzelf naar jou toe. Het ligt onzichtbaar in jouw handen, het is een godsdienst zonder kerk. Ben ik straks een oude opa, in een rolstoel bij de haard, met zo'n bevend mummelsnoertje en een hele lange baard. Een volkslied zonder woorden. Samen staan wij sterk. Frank is bij ons natuurlijk ook de motor van het gezelschap. Het is een heel groot Jos Brink, maar hij is het natuurlijk eigenlijk. Ze blijft een illusie, ongrijpbare prooi. Oh ja, ze heet Lucy. Kijk maar, daar gaat ze. Is ze niet. Lucy de Lange. Ja. Kwak, kwak. He, heerlijk. Goh. Eenvoudig liedje, maar wel vaak. Ik hou van jou. Ik hou die woorden niet meer tegen, omdat ze net voor jou bedacht zijn en onmiddellijk van kracht zijn. Die van bliksem en toch zacht zijn als de regen. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik heb die woorden zelf verzonnen. Ik heb die letters zelf geweven. In je ogen opgeschreven.
nu lees ik dat mijn leven is begonnen. Ik hou van jou, ik hou van jou. En dat is schrijven, dat is zingen, is een muur en dat zijn deuren. Dat is zwart en dat zijn kleuren, is de stad met daarin geurende seringen. Ik hou van jou, wat een glazer geeft die zin, want het is altijd het begin van onverkwikkelijke praktijken. Ik hou van jou, daar staat hij met zijn onderkin en daar staat zij met haar stem in en zo verspeel je koninkrijken. Ik hou van jou, oh elke keer is het uniek, die woorden en die filmmuziek, maar 10 jaar later, ach kijk aan, wat is er van die droom nog waar? Geen sodemieter, het is maar een levenslied uit de Jordaan. Ik hou van jou, ik voel me zonder jou ontheemd. Dag lieve schat, ga toch niet vreemd, ik kijk niet meer naar andere vrouwen. Ik hou van jou, maar bij de volgende keer zweer ik je dat dan zonder meer. Je jonge heer wordt afgehouden. Ik hou van jou. Ik heb die woorden zelf getekend, op papier dat duur geschept is, ongeschonden, ongerept is. En dat jij alleen het hebt, is vanzelfsprekend. Ik hou van jou, wat geef ik nou voor dat gezeik nog even, en dan drijft het lijkt, dan is het doei met de relatie. Ik hou van jou, maar daarna komt een grote dreun. Het is een ordinaire deun en onderhevig aan inflatie. Ik hou van jou, goed voor gedichten, musicals, dat roepen ze in een impuls. Die all you need is love and debt. Oh, so in love with you am I. Maar het leven geeft een andere draai aan die gekleurde operette. Es ist ein Traum bei stiller Nacht, da kannst du mir mit Zaubermacht, die Liebste mein, sie kam zu mir ins Kabarett. Die vanzelf ontbranden en die meteen een brandalarm zijn. Hoe komt het toch dat wij zo arm zijn? Lieve God, laat ze zo warm zijn als jouw handen. Onthoud dat nooit. Lucy de Lange. Ik moet even aan je vragen. We zijn nou een beetje zo een half uur op gang. Hoe gaat het met je? Nou, het is, je gaat door idioot veel emoties heen. Dat is bizar. Echt, maar ook herinneringen. En dingen die voorbij komen. Zo je leven schetst, gaat zo heel snel. Maar zoals die foto's, zo'n fotoding, dan daar is bijna geen foto bij waar niet dan toch ineens een herinnering bij zit. Ook dingen die ik eigenlijk vergeten ben, maar die ik dan zie bij die foto. Dat nummer wat Luus doet op het eind, die jurk, die hebben Jos en ik gekocht bij Fortnum & Mason in Londen, op de gok. Ze heeft hem nog. Ze heeft hem nog? Ja, hij hangt thuis. Echt waar? Ja, als we het geweten hadden, had ze meegenomen. Had ze hem aangedaan. Ja, nou dat dus. En dingen van vakantie zie ik voorbij komen. Babylonië tijd. Het is heel, heel, heel bizar.
Heel bizar. Maar vind je het ook een beetje leuk? Ik vind het fantastisch. Oh, gelukkig. Want daar zijn we toch wel heel blij mee. Want ja, we waren wel benieuwd. Nee, je moet je voorstellen. Ik heb thuis honderden dozen met dia's en zo. Ja. Dia's. En dan moet je dan... Maar dan kom ik vind het zo erg dat ik ook nog weet wat het is. Ja, ja. Toch, ja. Maar daar kom je niet aan toe. Nee. Snap je? Maar hier wel. Dus ik kan hier gewoon gaan zitten kijken. En het komt gewoon voorbij. En het lekker over je heen laten komen. We gaan verder met het volgende spel. Het is helemaal knots. Frank, ja. Herken jij deze stem? Oh jee. Dag vriendje. Voor jou durf ik wel het toneel op. Dag vriendje, voor jou durf ik wel het toneel op. Dat zou mijn kapster kunnen zijn. En daar heb je helemaal gelijk in. Ze kapster Ilona van Vliet, ja, dames Ilona, en heren. Ja. Ah, lief. Oh. Alleen zij kan zoiets zeggen. Alleen zij kan zoiets zeggen. Ilona, ja. Zit het goed vanavond? Als hij had geweten dat deze avond er zou zijn, had hij vandaag gekomen. Oh, dat is een leuk compliment van de kapster, hè? Ja. Hey. Ja. Hey Ilona, en dan vraag je aan een kapster natuurlijk, heeft hij makkelijk haar? Hij heeft heel makkelijk haar, ja. Maar hij zegt altijd, sinds jij mijn haar knipt, ja, wordt het grijs. Oh, precies, maar het wordt prachtig grijs, nooit verf, hè? Nee, dat mag ook niet van haar. Nee, dat mag ook niet van haar. Nee. Hey, je doet ook nog Joep van het Hek, maar dat is zo klaar, zag ik pas geleden op tv. Ja, precies. Hoe is hij als klant? Hij is gewoon sowieso heel lief, hij is me heel dierbaar. Je zei net ook al beneden, je houdt echt een beetje van hem, hè? Ik ben vreselijk gek op hem. En toen je gebeld werd, want dat ga je op, het is natuurlijk niet jouw ding om op een toneel te staan, helemaal al niet in de Kleine Comedie, een van de mooiste theaters. Meteen ja gezegd? Meteen. Oh, wat goed van je, wat goed. Wanneer moet hij weer? Nou. Morgen. Nou, dan kunnen jullie morgen nog even lekker napraten. Ga lekker zitten op de eerste rij. Geef elkaar nog een zoen. Ilona van Vliet, dames en heren. Ga maar weer zitten, Frank. Ja, maar zij is meer dan een kapster, hè? Ja, maar dat merkte ik net al beneden, ja, inderdaad. Zij is ook een luisterend oor. Ja. Jos kapte, knipte mij altijd. Ja, dat weet ik, ja. Oké. En ook Paul van Ewijk, hè? Ja, en dat was hij lief voor, maar dat ging vaak ook een beetje met hapjes eruit en zo. Ja. Ja. We hebben er nooit wat van gezien op tv, moet ik zeggen. Nee, okay. Altijd goed eruit gezien. Goed. Hey, op een gegeven moment lag jij met Jos op een mooie zonnige dag in de Middellandse Zee. Ja. En zo zwemmend zeiden jullie tegen elkaar, zou het niet leuk zijn om een keer een musical te gaan maken. Want jullie hadden heel lang cabaret gedaan. Mm-hmm. En jullie wilden een musical maken. Grote musicals. Kansen voor jonge, toen nog onbekende mensen die met grote namen mochten werken. Een klein overzichtje. Het leven is een tour de dos, is als een escalop de vol. De ene schikkelt waar een smak, de ander krijgt een bal gehakt. Magie, saus of boterzuur, het leven is als een menu. Ik kan het niet helpen dat ik rijk ben. Nee, je kan het wel helpen dat ik arm en kan je me 100 gulden lenen. Nee. Een tientje dan. Ik denk er aan. Heb je een lekkere sigaar voor? Sorry, ik rook niet. SOS! Hij duwt de hemelpoort open. Dat ging helemaal niet, want daar zaten de scharnieren. Hij duwt de hemelpoort open. Staat er een man voor de poort? Ja, het was mannenavond. Ja. En Frank Sanders in jacket, meerdervuldig in het geel. Dit present komt goed van pas. We hadden al een pindaset en pindabakjes, veel te veel. Maar nog niet zo'n pindaglas. Verliefd, op zo'n burgerteur zoals jij. Je bent niet punk, man. Als jij uien schoonmaakt, huilen de uien. Het maalt wel niet zo vlug, daar zijn het molens voor. Maar het is zeker voor, de molen maalt je door. U weet dat uw voorganger probeerde om zekere misstanden tegen te gaan. Ja, natuurlijk. En daar was hij net zo kwaad over als ik, zo hoort dat ook. Zelfs halen maaien, tijger, donder, spijt haar, koninkrijk voor een lach. Goedenavond, welkom, welkom, goedenavond, welkom, welkom, lachen maar, hier komt ie nu. Ja, getuigd. Precies het goede moment. Als ik had geweten ja, dat dit
uw laatste vrolijke nacht zal worden. Heb je niet mijn steunzolen? Je krijgt als je dood bent, als je de verlof. En alles is gewoon niemand bij in het stof. Zijn jullie er klaar voor? Ja, lieve. Dan gaat de tijd nu in. En hier zijn drie oude getrouwe rotten in het vak. Hans Mulder, Henk Bokkinga en Barry Stevens. Jongens, kom lekker naar voren toe. Kijk. Jemig, Barry, jongens, kom naast me staan. Jongens. Dit is Henk Bokkinga. Kijk eens, hier mijn hand. Barry gaat lekker zitten. Oké. Okay. Dag lieve mannen. Ik kom even naar voren. Ja, het is normaal zit je natuurlijk in de zaal. Eigenlijk wel. Hans Mulder, jij bent van het licht, was jij altijd, hè? Van de techniek. Maar ik heb me laten vertellen dat er dagen waren dat je met Frank samen de hele dag in het theater zat lichtstanden maken. Hoe ging dat zoiets? Frank was van de kleurtjes. Heel veel kleurtjes. Dat heb je met de jongens, hè? Die zijn van de kleurtjes. Ja. Dus dat was heel veel lichtstanden. En lange dagen. Lange dagen. Tot 's morgens 6 uur. En was hij altijd even rustig? Of was het ook wel, als het niet snel genoeg ging, geïrriteerd? Heel rustig. Altijd heel erg rustig. En jij kreeg volgens mij altijd de teksten aangeleverd. En dat werd dan ingesproken op een bepaalde manier door Jos, geloof ik. Ja. En Frank haalde het allerbeste uit mij. Hij zat samen bij mij in de studio. En op een gegeven moment moest het natuurlijk alsmaar door en door. En dan zei ik, moet het nu nog even opgenomen worden? En dan moest het op een bandje. Het moest weer op een bandje. En dan ging het bandje naar Jos. En dan was het heel benieuwd of het goed was. Maar Frank die haalde het best al uit me. En die had altijd een gevoel of het goed was. En als het niet goed was, dan zorgde Frank dat het goed was. Want hij is degene geweest die het beste uit mensen kan halen. En ik heb mijn muziek, laat maar zeggen, altijd voor een bepaald percentage geschreven. Maar als Frank erbij kwam, dan gingen we op vleugels. En als het half af was, gingen we het samen afmaken. En dan zei hij van, ik ben benieuwd wat Jos ervan vindt. Maar Frank had altijd het gevoel wat het was. Maar Jos had het veel te druk met al die muziek. Het was allemaal, ik heb nog zoveel te doen. En dan zei Frank, Jos zal morgen luisteren of de muziek goedgekeurd is. Maar Frank wist het. Hij wist het al. En had jij het eindoordeel of was Jos dat? Dat hing er wel eens van af. Maar het eindoordeel lag eigenlijk in de repetitietijd. Op het moment op een gegeven moment is het klaar en dan ging je het repeteren. En als het nummer niet werkt of zo, dan vonden we dat meestal ook allebei tegelijkertijd dan toch wel. En dan gingen we terug naar Henk en dan zeiden we, Henk, hier moet een ander coupletje. Maar vaak was het zo dat sleutelen aan een nummer niet echt werkt. Dus vaak nam Jos het hele nummer terug en schreef gewoon een nieuw nummer. En dan moest Henk binnen no time, in de repetitietijd, een nieuw nummer schrijven. En dat lukte dan. Is er ook wel eens gebeurd dat je in de try-out periode nieuwe nummers moest? Of was dat al klaar? Ook. Ja. Ja. Ook. Ja. En het is ook wel eens geweest dat ik dan lekker op vakantie stiekem ging. Want dat mocht niet. Want Jos zei, je moet altijd stand-by zijn. En je moet niet op vakantie gaan. En dan ging ik dan toch stiekem nog een weekje tussenuit. En dan dacht ik, Met Lia Caron. Ja, bij Lia Caron. En dan zei op een gegeven moment iemand van, maar het nummer is eruit. Ja. En dan wist jij van niks. Dan was er gewoon uitgehaald. En wat vond je daarvan? Nou ja, jammer. Wel rustig op vakantie natuurlijk. Ja, dat is waar. Wegens, oh, trouwens over vakantie gesproken. Peter Paul Toby had hier ook moeten zijn. Ja, maar die is op vakantie. Zo op vakantie. Ja, ik denk ook weer met Lia Caron. Met Lia samen, ja in Frankrijk. In ieder geval van geld van Purper. Maar goed, in ieder geval. Barry Stevens. Oh, je kan lopen weer. Ja. Als een wonder. Als een Francie kan ik lopen, ja. Jij deed de choreografie, maar jij hebt zelf ook volgens mij meegespeeld.
Ja, dat was een heel bijzonder iets in Amerika. Dat ik werd gevraagd om choreografisch de productie te doen, maar ook mee te doen. En Frank en ik hadden een nummer en dat heette Cherchez la femme. En daar moest behoorlijk aan gewerkt worden. En wij moesten gelijk. Sylvia Alberts was het daar nog steeds mee eens, ja. Wij moesten echt gelijk gaan. Maar als dat niet zo was, zou Jos en ik begonnen ontzettend met een dreigement van, als we niet gelijk doen, dat nummer gaat eruit. Dus, en dat was, hij stond echt even te kijken naar ons. En Frank en ik. Als het nummer niet gelijk ging, dan moest het eruit? Nou, dan zouden tegenwoordig hele musicals kunnen stoppen. ik wil niet lullig doen, maar ik was pas bij Grease. Maar goed, in ieder geval. Nee, maar. producent is Tony. Maar ja, precies. Maar goed, ga verder, schat. Ja, wat kan ik zeggen? Wat is je herinnering? Als je terugdenkt, gewoon in één zin aan de periode met Frank en Jos natuurlijk. Eén zin is moeilijk, maar Frank heeft mij geleerd wie ik ben, wat ik kan. Dat ik een choreograaf ben geworden is, en dat wil ik echt heel uit mijn hart zeggen, dankzij Frank zijn toewijding, zijn gevoel aan mij bewust te maken wat ik wel moet doen, wat ik niet moet doen. En Frank had altijd iets heel bijzonders als ik iets met armen deed in choreografische dingen. Dat vond hij een geweldig iets. En dat was een heel bijzonder gevoel. Dat is ook leuk als jij wat met je armen doet. Dat heb ik ook altijd leuk gevonden, absoluut. Ik vond het geweldig dat jullie er waren. En wat ik ook begreep, want dat is tegenwoordig even nog Frank, dan mag jij altijd even gewoon. Dat Jos en Frank allebei zo ontzettend ook snapten wat de techniek en de choreografie en ook de kostuums. Jan Arendsen trouwens, niet te vergeten, altijd met Len geweldige kostuums gemaakt. Dat hij die mensen net zo belangrijk vond als de mensen die op toneel stonden. Ja, dat was ook zo, ja. Dat merkten jullie ook. Ze waren goed voor jullie. Ja, het was één grote familie. Ja. Goed om te horen. Ik vond het echt heel erg leuk dat jullie er waren. Fantastisch. Oudgediende. Echt bizar. De mensen, meer dan 25 jaar. Ja. Vanaf heel jong dat je met die mensen samenwerkt. En ja, never change a winning team ook. Maar al vanaf dat we cabaret deden. En Barry deed bij onze cabaret al stapjes en pasjes die hij maakte. En als ze iets niet konden, dan ook in kostuum maakte Barry leuke dingetjes met veertjes. Lekker met zijn armen zwaaien, met een veer erin. Zwaaien. Ja, ja, we hebben heel lang als een heel hecht team hebben we dat allemaal opgebouwd. Nou, ja. Ze zijn speciaal vanavond hier voor jou gekomen. Ga lekker zitten op de eerste rij. Wat wou je zeggen? Een live orkest. Hè? Een live orkest, ja, dat is tegenwoordig ook zo leuk. Ja. Daar pleiten we voor. Ga lekker zitten op de eerste rij. En Frank, dan gaan wij nu luisteren naar het allereerste musical nummer dat jullie ooit zongen. En nu gedaan door jouw eigen derde jaar van de Frank Sanders Academie. Wow. Van Roosendaal naar Amsterdam, in Wintertal en Alphen, Kantoor en Rotterdam en Delft en Haag en Leiden, Haarlem. In Wintertal en Alphen, dat wordt ons techniek al niet verwacht. De 20e eeuw, de 20e eeuw. Van Schaarig, Glas en Grijpollage, Apeldoorn op Tempelage, Bergen, Kom op Wille, kom voorbij. In de 20e eeuw, in de 20e eeuw, hebben we onze met staal en met stoom en gestampt door de steden. Van Roosendaal naar Amsterdam, een halve dag gereden, maar een halve dag gereden. En dat voel ik me tevreden als we in de kussens vrij. In de 20e eeuw, in de 20e eeuw, met de onze ijzeren spoorwegmaatschappij. Waarin alles kan, waarin alles mag, waarin alles moet en alles mogelijk is. De eeuw van rap, 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 stap, inzetjes rap, wat jij niet snapt, dat de wetenschap tussen feest en sjeest en race ongelooflijk is.
20ste eeuw. Met 60 paardenkracht, met 6 cilinders langs de weg. Met weer mee en met weer mee, weer al 80 kilometer. Met 6 cilinders langs de weg, met nu maar 3 keer oud op weg. De 20ste eeuw, de 20ste eeuw. De grachten en de straten zijn al schrik meteen verlaten. Want daar raakt je langs de roekeloze kijker. In de 20ste eeuw, in de 20ste eeuw. Met de eerste Hollandse automobiel te strijken. Met gas en met gondel en Gods rijke zegen. Je belt de maatschappij maar op en niemand houdt je tegen. Nee hoor, niemand houdt je tegen. Je bent in een uur of negen in Paris of in Berlijn. In de 20ste eeuw, in de 20ste eeuw. En dan is het nog maar pas 1910. Dit is de eeuw waarin alles kan, waarin alles mag. Waarin alles goed en alles mogelijk is. De eeuw van heen en terug, in een slug, in een zucht en door de lucht, alles overlucht. De eeuw van snel, 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 ik bel je nog wel. Met een snel toestel is dat kinderspel. De eeuw van de techniek, fabriek naar fabriek en energie naar de mechaniek. Hey lieve Frank, lieve lieve Frank, ik kan vanavond helaas niet op je partijtje zijn. Ik heb een paar weken geleden een uitglijder gemaakt, bovenop mijn elleboog terechtgekomen, waardoor ik een paar voorstellingen moest cancelen. Ja, en die moet je dan gaan inhalen. En laat nou uitgerekend vanavond de avond zijn van zo'n inhaler. Dus er zit niets anders op dan je langs deze weg enorm te feliciteren met je verjaardag. Een bijzondere verjaardag, een mijlpaal. Ik heb in mijn programma een liedje zitten met de titel De tijd gleed ongemerkt voorbij. Nou, die vlag gaat voor ons wel op, vind ik. Wat ging die tijd ook snel. We kennen elkaar zo verschrikkelijk lang. Volgens mij heb jij mij nog in de kinderstoel achter het raam in de Van Walbeekstraat zien zitten. Nou, later de tijd op de kleinkunst en nog later de musicals. Ik was van de week in het Zonnehuis en daar overviel mij een gevoel van enorm veel sentiment. Wat hebben wij daar buitengewoon veel voetstapjes liggen, dacht ik. En al die ruimtes waar we gerepeteerd hebben, de eerste musicals van Jos en van jou, die daar gecreëerd werden en gemaakt. Ik heb daar hele, hele, hele goede warme herinneringen aan. En ik ben ook zo blij dat ik mijn eerste stappen in de wereld die musical heet, bij jullie heb mogen zetten. Daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. En ook wil ik je eens een keer zeggen dat ik enorm veel respect en dat ik je ontzettend bewonder dat je je droom achterna bent gegaan om een eigen opleiding te starten. Wat moet dat een geweldig gevoel zijn dat er elk jaar weer jonge, talentvolle mensen van de opleiding afkomen. Ja, een opleiding die jij ooit hebt gestart. Met fantastische lessen waar je je hele carrière op voort kunt borduren. Ik wil je eigenlijk persoonlijk nog eens een keer bedanken voor de lessen die je mij ooit hebt gegeven. Daar heb ik tot nu toe heel erg veel aan gehad. Nou, dat wilde ik gewoon eigenlijk persoonlijk tegen je zeggen, maar dat kan niet. Dus nu even op een beeldje. Ik wens je nog een hele, hele fijne avond. Geniet van alle mensen die om je heen zijn, die heel veel van je houden. En dan rest mij alleen maar om te eindigen met de woorden van Sonja Barend. Morgen gewoon gezond weer op. Morgen. Dat doet mij aan een liedje denken.
Het grote verdriet van slavernij, tranen en zoveel zorgen kwellen je niet, gaan weer voorbij. Morgen, vertrouw op morgen, een ver verschiet is heel dichtbij. En in de toekomst verborgen is hoop en zij biedt aan jou en aan mij. Licht in de duisternis, geloof in dit lied, mensen zijn vrij, omdat er een morgen is. Het grote verdriet van slavernij, tranen en zoveel zorgen, kwellen je niet, gaan weer voorbij. Vertrouw op morgen, een ver verschiet is heel dichtbij. En in de toekomst verborgen is hoop en zij biedt aan jou en aan mij. Licht in de duisternis, geloof in dit lied, mensen zijn vrij, omdat er een morgen is. Zingen, de studenten van de Frank Sanders yes. Academie. Yes. Echt waar. Stel je nou voor. Wat dat zeg één, je? Stel je nou voor dat een van deze kids zou zeggen. Ja, ik weet het niet, maar ik geloof dat ik niet zo van musical hou. Dat gebeurt dus tegenwoordig, hè? I know. Ja, maar je mag er ook niet van houden soms. Dat is ook nee, dat is echt bizar. Ik wel hoor, vind het hartstikke leuk. Hé, ga lekker zitten. Ja, ik heb er drie gedaan. Nee, ik heb er drie gedaan. Wel alternate, hè. Ik ga niet elke dag. Lieve Frank. Morgen, het is natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend. Ga je toch naar achteren? Nee, ik ga niet naar achteren, maar ik zet een kruk weg. Maar ik ga hier ook niet blijven staan, want ik val een beetje weg in de achtergrond. Ja, nee. Er is een periode geweest in je leven dat het met jou absoluut niet goed ging. Ik, absoluut. Okay. Ik zal het je nog even aan herinneren. Ik wist niet dat het woord bestond, maar jij kreeg op een gegeven moment longtopkanker. Ja. Als je het goed uitspreekt, klinkt het best positief. Longtopkanker, weet je? Ja. Maar je was er slecht aan toe. En een absolute stop in de feestvreugde. Het was het jubileumjaar van Texperiment, waarin jullie Cinderella speelden. Ja, en ik geloof dat er bijna 30 voorstellingen gecanceld moesten worden. Nou, je hebt een intensief behandelingsproject doorlopen. Ja. En er was één iemand die heeft jou in die periode ontzettend geholpen. Die heeft jou heel erg bijgestaan. En dat is jouw toentertijd behandelende arts, dokter Mia Kolen. Ja. En die is hier vanavond. Wauw. Oh. Oh. Mevrouw Kolen, komt u bij me staan? Blijf er lekker bij staan, Frank. Ja, mevrouw Kolen, u hebt een tijd hem niet gezien, hè?
Ik heb hem een hele tijd niet gezien, want ik werk al 4 jaar niet meer. Dus, ik heb heel veel aan Frank te danken. Vertel u aan Frank te danken. Ik heb heel veel aan Frank te danken. Hij heeft mij geweldig geholpen bij colleges geven. Mm-hmm. En waarvan ik zeker weet dat die 600 studenten die in die zalen gezeten hebben, dat die dit onderdeel heel goed onder de knie hebben. Het was een goede teacher die daar echt perfect wist ze en de emotionele kant en de fysieke kant wist uit te leggen. Dus het was geweldig. En even naar de tijd dat hij zelf een patiënt was van u. Is dat voor u dan anders? Want je krijgt toch Frank Sanders en er is wat media mee gemoeid geweest toen, weet ik nog. En hoe is dat voor u geweest toen? Hoe was hij als patiënt überhaupt? Het was een geweldig, ontzettend aardige patiënt. Maar ik moet daarbij even vertellen, toen ik hoorde dat Frank Sanders ziek was, dat las ik in de krant. Ik wist echt niet wie het was. Ik dacht dat je wilde zeggen, ik had net kaartjes. Maar dat was ook gekund, ja. Wie het was? Dat is ook wel eens lekker. Nee, hartstikke goed. Maar hij was een voorbeeldige patiënt dus. Het was een voorbeeldige patiënt, was het. Ja. En Frank, even, wat is jouw herinnering aan mevrouw Kolen? Mia, de eerste keer was er iemand in opleiding. Die moest mij prikken en zo. En dat ging niet goed. En dat ging hier ook niet. En dat ging hier ook niet. Enfin, dat was een puinhoopje. En toen kwam de behandelend arts. Maar ik hoorde haar eerst alleen maar op de gang. Klik, 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 hakjes. Ja. En toen kwam ze binnen en toen dacht ik, wow, oh jee. En wat hield dat in, oh jee? Nou, dat je denkt van... een flashback naar Sylvia Alberts in dat strandhuisje op Texel. Nee, wel een vrouw die weet wat ze wil. En, maar gaandeweg al na 2 dagen en zo... Dat gepruts, daar was ze meteen klaar mee. Dat wou ze ook niet meer, dat zou gebeuren. En aanpakken. En toen langzamerhand, gedurende de totale behandeling, smolt ik voor die vrouw. Want het is uiteindelijk goed gekomen. Was u meteen al ervan overtuigd, dit gaan wij redden met Frank? Of had u twijfels in het begin als arts? Nou, het was een groot proces wat hij had. Ja. En dan heb je natuurlijk altijd twijfels. Maar je gaat voor de volle 100% ervoor. En als je er zelf niet in gelooft als dokter, dan kom je er niet. Dus ik geloofde er wel in. En ik probeerde ook nog om dat laatste gedeelte eventueel weg te halen, chirurgisch, hè, op dat moment. Maar dat was niet haalbaar. Dat werd aan alle kanten afgeraden. Ja. Dus, en toen moesten we maar gewoon afwachten wat het proces ging doen. Ja. En het ging zich rustig houden. Ja, maar het is 20, kan je niet voorstellen, het is 20 jaar geleden. Nou, en gelukkig ben je er nog, Frank. Nee, de vooruitzichten waren 1,5 jaar tot 5 jaar, hooguit. Snap je? Dus dan is dit toch wel dankzij deze vrouw ook gewoon... Dus hij is wel een van uw succesverhalen ook wel. Jawel. Jawel, we zijn toch... Ja, wij zijn wel een van uw succesverhalen. Fantastisch dat u er was. Dr. Mia Kolen. Dat heb je natuurlijk met mensen die in die stoel zitten, die gaan dan allemaal verhalen doen. Hè. Maar wat wel heel bijzonder is, dat wat ik ook had, op de dag dat zij gepensioneerd was, was ik bij haar pensionering. En toen zei ik, en dat was jaren later, want Mia was heel jong nog ook. En toen had ik hier een pijntje en zei ik, Mia, ik heb hier toch wel een raar pijntje. Het was op haar afscheid. Ze zei, nou loop maar even mee. De dozen stonden al ingepakt in haar kantoor. En toch schreef ze nog een recept voor me uit voor een CT-scan, om het zekere voor het onzekere te nemen. En dat zijn de beste artsen. De artsen die gewoon hier... Ja. En daarom mocht ze vanavond ook niet ontbreken. Dankjewel. Dr. Mia Kolen, geef haar een applaus en gaat u lekker zitten. En jullie spreken elkaar straks nog. Ja. Absoluut. Jongen. Oh, mijn favoriete onderdeel weer, Frank. We gaan lekker zitten. En voor de laatste keer deze avond, herken de stem. Herken jij de nu volgende stem? Dag Frank. Ik word helemaal gek van de kattenharen. Ja, dat is Naima. En heel bijzonder dat ze hier is, want zij vindt het doodspannend om hier op toneel te komen. De huishoudsters van Frank, Naima Sarsi! Hallo! Oh,
Oh god, wat lief. Dat je dat doet. Wat lief, hè? Ze is hier al bijna heel de middag. Ze, ja, hartstikke nerveus. Ze was bij mij vanmorgen. Ja, weet ik. Vanmorgen was ze bij jou. Ja. Maar ze heeft hier vanmiddag gezeten en ik sprak er even. En ze zei, ik vind het zo spannend, maar voor Frank doe ik het. Ah, wat lief. Want jij bent heel blij om voor Frank te werken. Hè? Ja, helemaal zeker. Ja, precies. Ja. En er is één ding waar je wel, ja, je riep het net al vanuit de coulissen, wat je echt verschrikkelijk vindt, het zijn de kattenharen. Ja. Dus om voordat ze komt, nou een klein beetje de eerste optie. Ik ga ook altijd schoonmaken, als de werkster komt, ga ik aan het schoonmaken. Om de eerste, nou ja, ellende weg te krijgen, heeft ze een cadeau. We hebben rondgebeld, geld bij elkaar gelegd. Nou. En dit is dan ook het cadeau wat je krijgt. Ja. Hey, en Ima, je blijft nog heel lang werken bij Frank? Ja. Goed, ja. Ja, helemaal. Oh, super. Ik vind het helemaal spannend. Ja, het is ook spannend. Ik vind het echt geweldig dat je er bent. Super lief dat je er bent. Dankjewel. Je gaat lekker in de zaal zitten en genieten van de rest van de show, ja, toch? En hij houdt de plumo. Dankjewel. Het is toch enig? Waanzinnig. Ja, toch? Dat is lief dat ze dat doet. Ja, dat is een goed idee. Hier kan je heleboel leuke dingen mee doen nog. Oké, okay, ja, daar kan je heel leuke dingen mee doen, heb je gelijk. Maar eventjes nog even niet, Frank. Frank, je bent niet alleen uitvoerend, maar ook creative producent, choreograaf en regisseur. Nou, drie nou, mannen. Dat is wel veel eer, nee, dat wel vinden veel wij eer, gewoon. Het staat op een kaartje, dus ik doe het ook maar. Nee, dat is goed. Ja, doe niet zo moeilijk voor die boekenbon, ik gooi het er allemaal uit. Drie mannen van het allereerste uur traden in die voetsporen. Hier zijn Paul van Ewijk, Bas Groeneberg en Koen van Dijk. Ja, jongens, dat is echt. En de tune. En de tune. En ook niks gezegd, hè? Want jullie hadden zondag een etentje. Het is echt ja, bizar het dat is die mensen gewoon niks zeggen ook. Echt, jongens. Hey jongens, als ik, nou, ik begin even bij jou, Koen. Als ik naar Frankrijk, wat de inspiratie die hij je gaf, wat heb je van hem geleerd? Het is zo'n inkopper, maar dat zijn wel de vragen die je dan eigenlijk moet stellen. Nou, maar dat vind ik ook wel heel leuk om te vertellen. Ik heb heel veel van Frank geleerd, heel veel technische theaterdingen. Maar ik denk het allerbelangrijkste, want daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Het allerbelangrijkste, Frank heeft me geholpen om een smaak te ontwikkelen. En dat is iets, nou, ik ken niemand anders die dat zo goed kan als Frank. Gewoon, hij leert je kijken en hij leert je beoordelen. Heb je tot op de dag van vandaag enorm veel plezier van, elke dag. Ja, en Bas, hoe leert hij je dat? Wat laat hij het zelf doen? Doet hij het voor? Wat doet hij? Hij doet, ja, goed kijken naar die man, dat is het vooral. Ben ik ook opgeleid door Frank. Ik was niet gehinderd door enige kennis, kwam ik bij de Star. En daar keek ik mijn ogen uit wat hij deed. En dat doe ik nog steeds. En het mooie is dat die... En de Star, dat was? Want dat weet ik dan weer even niet. Musical werkgroep Star uit Amsterdam-Noord. En daar ben ik eigenlijk opgeleid. Daar ben ik begonnen. En zat hij ook bij. En we deden voorstelling in het Zonnehuis. Het komt allemaal weer terug. En het mooie van Frank vind ik dat hij heel goed weet wat wetmatigheden in het theater zijn. Maar daarbij zijn gevoel laat spreken. En als je nou zelf eenmaal ook regisseert, dan gebeurt het wel eens dan. Maak ik iets of dan doe ik iets. En dan denk je ineens, dat is van Frank. Oh ja? Ja, dat je het weet. Dus dan gaat hij ook door jouw werk nog een beetje door. Hey Paul, sorry, ik ga even tussen staan. Ja. Paul, als jij aan Frank denkt, is er een anekdote of een verhaal dat je denkt van, dat haal ik altijd naar boven. Ja, ik overval je. Ja, die fotootjes. Oh. Ach, kijk, nou daar zijn ze hoor. Heel jong nog, echt hè? Echt heel jong. Ja, nee, je ziet het wel. Ja, 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 ja. Ja, je ziet het wel. Nee. Wat zeg je? Ik zit aan de ecstasy. Ja, dat was die ecstasy-periode inderdaad. Ja. Ja. Dat was allemaal bij Frank thuis, of niet? Ja, ja, die verhalen kennen we ook. Maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Dat is, ja. We houden het natuurlijk chic, hè. Ik kom uit Rotterdam, dan ga je verder niet in detail. Nee, precies. Maar als jij iets over Frank zou willen zeggen, wat zou je dan willen zeggen? Ik had het voorrecht om vorige week met hem in New York te mogen zijn. En daar hebben we voorstellingen gekeken. Dat was hartstikke moeilijk, want ik moest mijn kop houden over vanavond. Over iedere zin moest ik nadenken of ik het wel mocht zeggen of niet. Ja, natuurlijk. En de passie waarmee Frank op zijn 70ste nog naar voorstellingen zit te kijken. En het eindeloos blijft analyseren en aantekeningen maakt. Dat zijn dezelfde aantekeningen, fases verder, die hij vroeger ook maakt. Hij blijft zichzelf
ontwikkelen. Hij blijft leren. Hij blijft kijken naar Amerika. Natuurlijk wel de inspiratie voor ons allemaal. Maar je ziet dat Frank geïnspireerd weer terugkomt met een rechte rug en weer zin heeft om het vak toe te passen. Ja. Hier. En dat is wel die niet aflatende geestdrift om theater te maken, is hoop ik op je 70ste ook nog te hebben. Ja, ik hoop dat het ook nog blijft. Want ik was een tijd geleden met Frank bij Le Garage. Toen hebben we samen een beetje opgetreden. Nou ja, wat gedaan. En hij heeft na afloop, of tenminste na de pauze, fantastisch. Toen zei ik, ga toch weer gewoon een paar, klein toertje. Wij gaan schrijven. Dick van Heuvel wil al meedoen. Ik vind dat, ja, we gaan erover denken. Frank. Dat vind ik hoor. Maar Frank een beetje terug in theater. Hé, hey, ja. Dat is iets. Ja. Ja, er zijn natuurlijk allemaal mensen die aardig vinden. Ze geen graadmeter, maar we laten wel een onderzoek doen. Dat is... Hey, jullie hebben alle drie ook iemand meegenomen. En dan begin ik volgens mij bij jou, Bas. Vertel. Ik heb iemand meegenomen uit een van je eerste regies. Bijna 40 jaar geleden heb jij geregisseerd in 1977. Moeder en haar jongens met onder andere Bill van Dijk. Ja. Dames en heren, Bill van Dijk! Bill! Goedenavond! Ja, wederom ook fantastisch dat je er bent. Jij woonde boven, Frank. Ja, maar ik wil eerst even iets constateren, Richard. En dat is namelijk, Frank is 70 jaar oud en het is waar wat de mensen zeggen, black don't crack. Het is gewoon... Het is waar, hè? Ja. Ja, Frank, zijn vader kwam uit de West en mijn moeder kwam ook uit de West. En inderdaad, ik woonde boven Frank. En ik lag altijd in bed met een joint te kijken naar allemaal olievlekken op de muur. En dan hoorde ik Frank beneden met de stofzuiger. Maar we kwamen toch een keer bij elkaar en zeiden we gaan samen een strip maken. Ja. En dus ik kwam dan heel vaak bij Frank in zijn huis. En wat mij altijd is bijgebleven, dat jij was echt zo'n poetsvrouwtje. Want ik herinner me nog dat ik rookte, nou jij rookte toen ook nog. Ja. En dat elke sigaret die in die asbak werd getipt, ging je schoonmaken en poetsen. Ja, elke sigaret, dat is me altijd bijgebleven. Echt waar? Ja. Ja. Maar goed, moeder en haar jongen. Nou goed, we hebben ook samen natuurlijk op Academie voor Kleinkunst gezeten. Ja. En mijn vrouw heeft met jou in de klas gezeten op de IVO. Dus we hebben een heel... Heel verleden. Heel verleden. Ja, jij zat in her. En ik zat in her. Jij was wel bloot. Ja. Ja, ja dat ik is niet. Waar. Nee, dat klopt. Nee. En ik wou jou ook wel bloot. Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik nog. Ja, je keek naar me op een bepaalde manier dat ik dacht, oei. Nee, zat er niet in. Lekker ding. Ja. Maar goed, moeder en haar jongens, jou. Ik zal je eerlijk vertellen, Frank. Ik herinner me er helemaal niks meer van dat je dat geregisseerd hebt. Nee. Maar volgens mij ben je weggelopen, je hebt ruzie gekregen. Nee, dat denkt maar Jan, dat is niet waar. Ik ben niet weggelopen. Nou, vertel. Ik heb het helemaal afgemaakt. Maar ik weet wel dat we op de première in Frascati, dat Marjan een fles champagne opentrok. En Jos dacht, dat moet je niet doen voor de première, want dat brengt ongeluk. Nou, niet dat het echt ongeluk gebracht heeft, maar nee, ik heb het heel zoet heb ik het afgemaakt. Jullie waren wel ingewikkeld, hoor. Het was een ingewikkeld programma. Het was een hele ingewikkelde show. En ruzie met Marjan is heel makkelijk. Dus, ja. Dus maar ik heb het met Ruud nog wel eens doorgenomen, met Ruud Bos. En... Maar eigenlijk, avant la lettre, was het zijn tijd ook wel vooruit. Absoluut. Eigenlijk. En je doet nu toch af en toe alweer wat met Marjan. Doe je toch dat hele heftige nummer? Ja, Beppie's Billen. Beppie's Billen. Ja. Nou, dat heb ik gedaan met Nederland Musicaland onder regie van Paul. Nou, kijk aan. Het was inderdaad een fantastische show. Tijd ver vooruit. Was de tijd echt ver vooruit. Ja. Leuk dat je er bent. Ja. Ik ben er graag gekomen en ik vind het fantastisch. Ik vind het fantastisch dat je zo geëerd wordt. Ja, dat is les 1. Geef nooit je microfoon uit handen, maar dat maakt niet uit. Helemaal goed. Dankjewel. Dan ga ik naar jou toe. Ik kom even langzaam staan. Jij hebt ook iemand meegenomen van het eerste uur. Ja, want wij zijn dus het blokje Frank Sanders als regisseur. Laat ik dat nog even herhalen. Oh, maar dat snapt hij hoor, dat snapt hij toch? Ja, oké. Structuur. Heb ik iets laten vallen nu? Sorry, mijn excuus. In 1988 heb je geregisseerd Oude Nieuwe Vrienden. En hier zijn twee mensen uit de cast. En we kunnen er een beetje lacherig om doen. Nee. Het zijn helaas nog de enige twee overlevenden van deze cast. Ja, nee, ze zijn allemaal dood. Het is misschien heel leuk om te vertellen. Nee, het was een voorstel die zich afspeelde. Een verhaal dat zich afspeelde in een bejaardentehuis. Ja. Dus dat betekende dat iedereen in de cast was eigenlijk boven de 70.
Ja, ik zou er nu in kunnen. Nee, jij nog lang niet. Jij nog lang niet. Maar hier zijn uit de cast van Oude Nieuwe Vrienden. Marcel Maas en Stan Limburg. En Stan. Ja. Marcel Maas en Stan Limburg. De enige twee overleven. Het klinkt alsof de Titanic gezonken is en dat we dan de enige twee drenkelingen hebben opgevist. Jongens, jullie zaten dus in die productie. Vertel. Wil jij het? Want jij zou dit toch doen of niet? Of heb ik dat even verkeerd? Nee hoor, oké. Okay, nou, hartstikke leuk. Vertel eens wat. Nee. Jullie verhaal voor Frank. Wat herinneren jullie aan? Wat is jullie herinnering aan Frank? Voornamelijk veel lachen in ieder geval. Ja. Ik kwam van een hele keurige toneelschoolopleiding in Maastricht. Had al wel wat aantal dingen gedaan. Onder andere Madame Arthur met Jos en Frank. Maar dat was allemaal erg serieus daar in Maastricht. En ik heb bij het experiment wel geleerd dat het ook leuk kan zijn. Ja, ja, ja. Ja, vooral inderdaad. We gingen 6 weken repeteren en na 4,5 weken hadden we alleen de eerste acte nog af, geloof ik. Hè? Echt zo, ja. Ja. En toen is er een noodtempo. Maar dat lag niet aan mij. Nee. Lag ook niet aan ons. Nee. Ligt aan niemand. Nee. De dader ligt op het kerkhof, zeggen ze. Ja. Maar, alle zes. Ja. Ja. Maar toen is het, ja. Toch? Echt zo makkelijk, joh, cabaret. Dat gaat gewoon doen. Ja. En toen is in een noodtempo is die tweede acte herschreven. Dat stond in 1,5 week. En dat lag wel in jou. En Paul... Natuurlijk, hè? Ja. Nou ja, ik hoop dat jullie er nog heel lang zullen zijn, want het moet gek voelen hè, dat jullie de enige overlevende zijn van die productie. Ja. Het is een wonderlijk gevoel, ja. Dat is een heel... ja ik heb wacht op de reprise eigenlijk en dan kunnen we... We zijn al bezig de rollen te verdelen die we in de revival willen doen. Ja. Nou jongens, fantastisch dat jullie even wilden komen. Ga lekker in de zaal zitten, want we gaan een beetje ruimte maken op toneel moeten we even. Ja, dat is zo duidelijk waarom een beetje ruimte moet komen. Ga alvast lekker naar beneden toe. Geef ze nog een geweldig applaus. Jullie ook erachteraan, jullie twee. Oh! Ja, want zij heeft nog in het circus gewerkt en dat wilde hij dan laten zien. Nou ja. Luus de moeder was de laatste. Van de oude garde. Ja, dat heb ik even gemist. Wat werd hier gezegd? Nee, de moeder van Lucie was de laatste die is overleden van de oude garde. Die de moeder van Lucie zat ook in die voorstelling. Ja. Ja, zo leer ik nog. Ja. Zeker. Okay. Frank, ga lekker zitten, want we hebben nog iemand. Vertel, een van de leukste regies. Ik heb de voorstelling ooit mogen zien als een soort kleine dikke baby heb ik zitten kijken. Dat vond ik fantastisch. Ik mocht als onderdeel van mijn opleiding min of meer een paar keer assisteren bij Frankse regie. Onder andere bij Oude Nieuwe Vrienden. En dat was meteen voor de leeuwen gegooid, want Frank liep gewoon weg als hij het niet meer aankon. En beet mij toe, zoek het maar uit met die oudjes. En was vervolgens 1,5 uur weg. Maar een van de leukste dingen die hij gedaan heeft, en dat weet ik zeker dat hij dat zelf ook vond, was de eerste min of meer personality show rond Karin Bloemen. Bosje Bloemen van Karin en de dames. En is het geen feestje, Frank, dat ze er is? Karin! Nou... Dames en heren, Karin Bloemen. Oh, oh, oh. Oh, wat lief. Ah, schat, subtiel. Hartstikke mooi. Nou ja, ook dat is misschien wel even leuk om even op in te haken. Natuurlijk ook een jurk van Jan Arendsen. Jan heeft jaren jouw kostuums gedaan. Ik zag net een stukje van... Mascara en Cinderella. Fantastisch. Maar ook Cinderella, toch? Ja, vanaf Madame Arthur tot en met Cinderella. En nog steeds. Fantastisch. Ja, en toen Karin mij vroeg om haar programma te regisseren, toen zei ik, dat wil ik wel doen. Maar ik had echt veel nood op mijn zang. Maar dan wil ik Jan Arendsen als kostuumontwerper, Paul van Ewijk als regisseur en Ine de Boer als medeproducent of mede-dingen. Dat vond zij goed ook allemaal. Dat vond Karin allemaal goed. Ja, ja. Hé hey Karin, als ik een verhaal van Frank aan jou zou vragen... Is er iets wat er bij jou naar boven komt? We hadden vanmiddag al even geappt. Dat is heel veel, volgens mij. Nou ja, ik ben gezegend met een heel slecht geheugen. Ik onthoud altijd alleen maar de hele leuke dingen. Maar ik weet nog wel dat toen het regie begon, dat ik alleen bedacht, wat ga je dan doen? Ik was heel fanatiek, omdat ik dacht, je gaat toch niet iets veranderen? Weet je? Heel bang was ik. Okay. Ik was het ook niet zo gewend. En... Frank die kon zo mooi bewegen. Dan zei hij, ja, dan kom je op en doe je...
En dan deed ik het dan. en wij met, en dan natuurlijk Marjolein en Ellen van Harmelen en Paulette Willemsen. En dan wij achter toen nog eens. En dan was het heel gaaf. Maar het ging ook wel eens mis. Want ik weet nog dat Frank toen een keer notes kwam geven en op een krukje ging zitten. En toen pontificaal naast het krukje ging zitten. Met zijn kont op de vloer terecht kwam. En alleen maar zei, ja, negers moeten ook gewoon op de grond zitten. Maar Bosje Bloemen was wel het begin van jouw gloedvolle solo-show, zeg maar, allemaal. En jij hebt dat geregisseerd als enige, hè? Ja, Paul als regieassistent. Ja. Maar daarna heb jij niet meer geregisseerd? Toen was hij genezen. Okay. Nee, we hebben een opzet gemaakt, maar nee, op een gegeven moment dan splitsen Scheiden de wegen, zeg, ja. Maar er is wel één heel erg mooi nummer uit die voorstelling. Dat vind ik altijd een van jouw mooiste nummers. Zuid-Afrika. Ja. En we hebben Karin gevraagd of ze het vanavond wil zingen. Wil ze het nog steeds? Dat is de vraag. Ik wil het nog steeds, maar ik doe het niet zonder mijn meisjes. Dus Marjolein Touw en Paulette Willemsen komen helpen. Nou, dames en heren, Karin Bloemen. Ja. Lekker zitten. Wat een eer, jongen. Voor jou. Als hij een half jaar in Nederland geweest, bij ons wachtman Peter, in ons kwassus treks. Was hij genoeg, ons vier al die dagen feest. Was hij nog niet in zo'n schoonland geweest. Oral woont die luister in de eigen wijk. Die arms woont bij die arms, die rijkes bij die rijkes, die Marokkaners en die Turklui aan. Die mok alles koen, ons vindt Nederland, die ideale land gewoon. Als hij een half jaar in Nederland geweest, bij ons zwaar van ketten, in ons onze streef. Ons zeggen ook ons hier al die dagen feest. Ons zijn al niet in zo'n schoonland geweest. En al die Nederlandse manlui vloek s'ochtends in die file andere manlui stij. Terwijl die vrouwen met die kinders keurig in die thuisland blijven. Hoe is echter niet begrijpt die eending, die huis niet blijft van die lijn. Apartheid is een schone zaak, hè? Maar hoe kan ik ooit draaien? Ons hij een half jaar in Nederland geweest. Bij ons slagman Gitte, in ons schoonste schrijf. Ons hergen dood, ons vier al die dagen steeds. Ons zijn al niet in zo'n schoonland geweest. Wie in de zwart man? Niet in de Turklui in die parlement. Als hoe ze in Afrika zo doen, krijg je ons glazer in die tent. Die vrouwenhuizes bin slechts te honkelijk voor vrouwens. De jonkies bij de jonkies, keurig die ouwes bij die ouwes. Ons hij in Hanja in Nederland geweest. Bij ons zwaar van kinder, in onze streef. Ons hergenoot, ons weer al die dagen steeds. Ons heronie in zo'n schoonland geweest. Voor ons is Nederland een grote lui lekker land. Die gelijke rechters leggen in die prullenmand. En nu die zaken voor ons blankes in Zuid-Afrika lopen uit de hand. Ons weet al waar ons heen zal gaan. Ons gaan naar Nederland. Als hij in Hanja in Nederland geweest. Bij ons slaan van keten. En onze streef. Ons hergen dood. Ons weer al die dagen steeds. Ons heronie in zo'n schoonland geweest. Ons hij in Hanja. Bij ons zwaar.
dames en heren. Paulette Wilmsen, Marjolein Touw en Karin Bloemen. Oh, wat mooi, wat mooi, wat mooi. En geen... Nou, we hebben een feest, Frank. Oh, wat een vakmanschap, hè? Wat een vakmanschap. Nee, absoluut. Maar echt. Ook dus bij jou begonnen met zo'n verschil. Ja, maar ja, liever. Daar hoef je niet eens zoveel aan te doen. Dat is gewoon. Die mensen hebben al zoveel in huis. Dat is een beetje. Je bent te bescheiden, Frank. Nee, liever. Het is een kwestie van de richting en roepen. Nou, dat is, doe dat. En oh, mooi, hou vast en ga door. Ja. Zo. Nou, ze gaat voorlopig gaat ze nog door. Ja. En die andere twee meiden ook. Wij gaan ook door. Want in de jaren 80 en 90 leidde jij samen met Jos een eigen theaterbedrijf, maar ook dus de musicalgroep Star. Want ik zei net wat ik niet wist, maar ik weet natuurlijk heel goed wat het is. Want het is allemaal voorbereid. No, en natuurlijk ook een acteur. Dus, en de duif was eigenlijk jullie tweede huis. En er was klopt. Iemand in de duif die ook al vanaf 4 uur zit te marineren ergens op rij 5. Hartstikke nerveus is. En ze is al een beetje wat slechter ter been. Dus wij gaan naar haar toe. Het was het manesje van alles. Ze was de regieassistente. Wist alle ins en outs van de studenten. Van jou en Jos. Weet je over wie ik het heb? Ans. Ja, Ans. Ans. En Ans Keizer. Ze zit in de zaal. Ze wil jou iets geven. Maar we gaan wel even naar de toe. Omdat dat... kijk, we hebben een... Kijk hoe zo mooi. Ans heeft een lampje. Een lampje. Kijk, wat goed, hè? We lopen even om. Moet ik even kijken hoe we dat gaan doen? Ja. Ja, zij gaan er even uit. En Ans die komt een stukje dichterbij. Dan kan ik met de microfoon. Ans, de dochter zit ertussen. Wacht even. Ans, als ik je vragen mag. Waarom wilde jij zo graag hier vanavond zijn? Je zei het vanmiddag al een beetje. Nou, dat ik hem zag. Ja, want je houdt echt van hem, hè? Ja, dat is een feit. Ja. Ook van haar. En u was vanmiddag al een beetje emotioneel toen ik u sprak hier. En nu weer, hoe komt dat? Wat maakt hem zo bijzonder? Nou, het is gewoon ten eerste een lieverd. En ten tweede... hij heeft alle geduld met je. Misschien met een ander niet, want ik hoor daar lachen. Maar met mij wel. Had met u in ieder geval geduld. Absoluut. Nou, zijn voornamelijk met mij, hoor. Denkt u nog vaak terug aan die tijd? Heel vaak, heel vaak, heel vaak. Kwam vanavond allemaal weer een beetje terug, hè? Ja, nou, ik moest slikken. Ja. Oh, nou, ik kan u vertellen, dan gaat u zo weer slikken, hoor. Maar u wil iets geven aan hem. Ja. Ja, en dat hier achter u, hier zo. Wacht, hier. Kijk, alsjeblieft. Misschien wil je vertellen wat erin zit, of wil je dat hij het openmaakt nu? Openmaken? Ja? Ga je lekker zitten, dan maken wij dat op toneel even open. Ans Keizer, dames en heren. We gaan even zitten, Frank. Ja, zo kan maar bedacht. Assistent bij de Star. Ja. Dat waren iets van 25 tot 30 jonge lui. Ja. Ontembaar. Waar we musicals mee maakten. En waar we dingen konden uitproberen. En Ans heeft dat vanaf het jongerenkoor Sint-Stefanus. Daar is de musicalwerkgroep Star uit ontstaan. En zij was mijn rechterhand, steun, stut en toeverlaat. Echt. Nou, die vrouw heeft heel veel met mij doorstaan. Ja. Ja, echt waar. Het valt wel mee, zegt ze zelf, zie ik. En in de weekend, hoe gaan we dit open doen? Ik weet het niet, schat. Maar dat is, ja. Ik kan daar niet goed tegen. Ja, ik nee, dit, hè? Oh, ja, zo. Ja. Prima. Hey. Ja. Wow. Jemig. Ach, kijk eens. Oh. Dan heb ik geen bril. Ja. Kijk eens. Het zijn allemaal brieven. Wauw. Herinner je deze nog, staat hier? 6 februari. Oké. Ans, misschien dat je even kan toelichten, want er zitten 25 briefjes opgerold in. Ja, van en ik vind het op zich gezellig, ja. Maar ik moet op een gegeven moment ook weer naar huis. En omdat, ja! Omdat allemaal... Want Ans, wat zijn... Ja, maar liever, als ik er een maak er eentje maak, open. Dan weten we... Want ik vermoed dat het van alle leden, ja? Jongelui...
Oh, die hebben wat geschreven. Geschreven of zo. Ja, ja, zoiets. Ja, ja, ja. Ja, met ja, heel veel liefs, Fred Klinkenberg. Klinkenberg. Ja, 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 al staat hij op in mijn soep. Ik weet niet wie het is, nee, maar... Wel, ja. Jij wel, hè? Ja, oh, wat lief. Maar waar zijn al die mensen gebleven, Frank? Oh, heel verschillend. Getrouwd, kinderen gekregen. Door het hele land. Ja, 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 ja. Heel veel. Sommige ontmoet ik wel als je Facebook hebt. Sommige zie ik wel via Facebook voorbij komen en zo. Iets van onderen met die foto's. Dat is heel lelijk. Ja, dat is heel lelijk. Ik weet niet waar jij op les hebt gezeten, maar dit slaat... Nee, dat slaat echt nergens op. Ik moet daar gaan zitten en doe ik zo. Dan is het leuk, maar dit is niet... En weet jij over al die mensen, hebben die nog zo contact? Ja, ik weet toevallig dat mijn Ine, die zit, oh, heeft erbij gezeten, ja, ja, die mijn zaken doet, zeg maar. Een aantal mensen zijn gewoon weer, hebben hun leven opgepakt of zijn getrouwd. Ja. En een aantal zijn ook gewoon het vak ingerold en zijn iets gaan doen binnen het theatervak. Ja, en ja, zijn of producent geworden, of zoals Koen, regisseur, en Bas, regisseur, en Paul. En heel veel mensen, Allard, Blom, schrijver, auteur. Oké, die zat er ook in. Dus ja, en Allard zat in de star, en Hester, en ja, mensen soms weer. Ja, het is een wonderlijke cirkel... Uiteindelijk, en daarom is het ook best wel behoorlijk emotioneel, ja, dat je iets begint ooit en dat er allerlei lijnen van mensen, dat die zich met elkaar beginnen te verbinden. Vooral nu je wat ouder wordt, kan je daar heel mooi op terugkijken. Ja. En ik zie dat, gek genoeg, ook weer gebeuren met studenten van school. Dus op een gegeven moment begin je aan iets nieuws, zoals de academie, maar uiteindelijk studeren mensen daarvan af. Die dan weer met mensen gaan studeren, iets gaan doen. Met mensen die of later afgestudeerd zijn, of eerder afgestudeerd zijn. Dus er is dan toch een soort van herkenning en bij elkaar een sfeer, een uitgangspunten van hoe je theater maakt of hoe je in het leven staat. En dat verbindt mensen. En dat is, vind ik, heel, heel bijzonder om dat mee te maken. Ah, en het team van In de Hoofdrol 70 jaar Frank Sanders. Mm-hmm. Zou het team van In de Hoofdrol 70 jaar Frank Sanders niet zijn? Ans, pak de tissues alvast er maar bij. Want je gaat weer slikken. Als we ongeveer al die oud-studenten hebben gevonden. Nee. En die jou nu vanuit de zaal gaan toezingen. Oh, jongens. Want iemand die ook bij Star zat, en die kon hier niet ertussen staan, simpelweg om het feit dat hij gewoon iets te hoog was om op het eerste balkon te zingen. Oh, Jongens, ik heb hem met mijn dingetjes door. Ja, nee, helemaal goed.
Iemand die hier dus ook bij Star zat en er niet op het toneel op de balustrade kon staan, maar wel hier vanavond op het toneel, de onvolprezen Dusty Herzanovic. Ja, ook weer subtiel. Hartstikke goed, schat. Het is schitterend, zie je eruit. Ik kwam binnen, ik zag die ruimte. Ik denk, ik heb nog een lak overheen. We kunnen hoger. Ja. Hey, ik heb jou wel eens horen zeggen, meerdere malen, dat jij eigenlijk alles wat je doet, wat je bent in het artiestenvak, dan te danken hebt aan Frank. Waarom is hij zo belangrijk geweest voor jou? Zal ik hem zelf vasthouden? Ja, maar niet net als Bill van Dijk. Als nou, want dan richt ik me namelijk tot degene waar het over gaat. Het begon al dat je hier binnenkomt, dat je hier gaat staan en dat je niet sterft van de zenuwen en denkt, oh god, falie, muziek en uit de auto en weg. Ik heb zoveel van jou geleerd. Ik kwam bij de Star. Mm-hmm. Dat was in Amsterdam-Noord. Daar woonde ik per ongeluk. En ineens was Noord leuk. Want we hadden fantastische les in een of ander klein achteraf zaaltje. Ja. En we deden een productie in het Zonnehuis. Dat weet ook de hele Star nog. Ja. En toen vertrokken we naar de Duif. En al die tips, al die regie, al die... Kijk achter in de zaal, die hebben ook betaald. Gooi die schouders in de strijd, daar heb je ze voor. Je kon toen niet zeggen, gooi dat balkon in de strijd. Dat kwam later, dat heb ik er dan zelf weer bijgeleerd. Maar alles, zoveel. Ik ben je zo dankbaar. Dit hele vrouwtje is gebouwd op jouw lessen. Dank je wel. Ja. Ja. Wil je er nog wat aan toevoegen, Frank? Nee, ik heb voor Willem, ik heb voor dus zoveel bewondering. Zoals ze de eigen weg is gegaan, de eigen weg heeft gezocht. Een icoon is geworden in mijn, onze wereld. Met Bingo en echt, dus het is een symbool, een icoon in waar, wat wij nu doen allemaal. En zeker als ik in mijn eigen alter ego, wij waren nu de laatste Gay Pride... werden wij, omdat wij daarvoor, denk ik, al een avond en middag samen waren, werden wij verbannen als laatste in de tocht met de bootjes. Dus wij hebben heel lelijk 3 uur in de zon moeten wachten voor ons bootje eindelijk de gracht op mocht. Maar ja, iedereen bleef toch. En ja, het is toch, Sinterklaas komt ook aan het eind van de stoet. Ja, toch? Begrijp je wel? Ik wou net zeggen. Dus zo voelden we het eigenlijk best wel goed. Oké. Dankjewel, Dusty. Ga naar achter. Hey, want je had het net over. Geef hem een applaus. Geef haar een applaus. Sorry. Want je had het er net al over, Lady Felice. Ik heb haar ook mogen ontmoeten. Mm-hmm. Je hebt ook als Lady Felice een aantal succesvolle voorstellingen gedaan. Met de Rosettes. Ja. Ga lekker zitten hier in je stoel, want ze zijn hier vanavond speciaal voor jou. Nou ja. Je eigen Rosettes. Wow. Jezus. This is my life. And I don't give a damn last emotion.
same old song, but with a different meaning since you've been gone. It's the same old song, but with a different meaning since you've been gone. Nothing you could say can tear me away from my guy. My guy. Nothing you could do, cause I'm stuck like glue to my guy. My guy. I'm sticking to my guy like a stamp to a letter. Like the birds of a feather, we stick together. I'm telling you from the start, I can't be torn apart from my guy. Mind. And I need to find time, someone to call mine. My mama said, you can't hurry love, no, you just have to wait. She said, love don't come easy, it's a game of give and take. How long must I wait, how much more must I take? People only cares, you'll cause my heart to break. And I'll break, and I'll break, and I'll break. Hey! Wow, the Rosettes! Ja. Oh jongens, wat lief, wat lief. Ja, die pakjes die zijn stiekem in mijn huisje geweest en zo, op mijn zoldertje. Wat zeg je? Toen wist ik, zeg ik, halen. Je zat erbij. Echt waar, maar dat was toch voor iets in een museum van Loon of zo? Ja, ja. Ik ben het museum. Jij ja, bent het museum, precies. Jemig, jongens. Boter en suiker erin gegaan. Oh, echt, echt. Wat zijn jullie mooi. Wat heel ontzettend, heel mooi. Dat ja. Wel, ja. Ja, maar we ja, moeten wel verder. Ja, je moet verder. Jongens, hartstikke bedankt, schat. Zien we elkaar zo. Nou ja. Ja, met Cinderella is eigenlijk een beetje het einde van jouw carrière op toneel, was het ja. Eigenlijk. En in 1998 richtte je dus de Frank Sanders Academie op. Ik wil heel graag het woord geven aan de huidige directeur, Steven Monen. Steven eigenlijk, hè? Steven moet ik eigenlijk zeggen. Het maakt jou niet uit. Gewoon Steven? Oké, okay, nou hartstikke goed. Achter Steven. Oké, okay, hartstikke goed. Hey Steven, meteen bij mij de vraag. Is het niet moeilijk om, je bent nu de directeur, om in de voetsporen van iemand zoals Frank, voelt het niet een beetje als een schaduw of heb je, ervaar je dat zo niet? Een zwarte schaduw, hè? Ja. Dat is dat, ja. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, ik voel ook niet dat ik in de voetspoor treed van hem, want we zijn samen begonnen, dus ik loop nog steeds met hem verder. Microfoontechniek is beroerd, hoor. Je moet, ja, daar word ik gek van. Ja, dat moet jij doen. Als je hem geeft, dan lukt het. Ja, ja, goed zo. Ja. Jij hebt, oh, je hebt een eigen zender. Ik zei dus, ik heb niet het gevoel dat ik in de schaduw sta of in zijn voetsporen treed, want ik naast hem mee mag lopen. Maar ik leer nog ontzettend veel van hem. Het is nog steeds een studieobject hoe Frank dingen voor elkaar krijgt en doet. Ja. En is er iets, oh ik sta nu aan, is er iets waarvan je zegt van dat is iets specifieks van Frank wat ik graag door wil zetten in onder mijn bewind, als je dat zo mag zeggen. Jeetje, dat is zo ontzettend veel. Dat gaat, dat zegt andere mensen niet zoveel, maar dat gaat van het vak bewegings- en theatercompositie. Dat hij aan mij en Koen en Hester heeft doorgegeven en dat wij aan onze studenten doorgeven. Dat is een heel technisch vak, nou ja, technisch, heeft ook met gevoel te maken. Hè? Ja. Nou, eigenlijk is het allerbelangrijkste voor mij is Frank, en daarom studeer ik ook nog steeds bij hem, terwijl ik ook al lesgeef, de grote magier in het theater. Dus een Merlijn, een tovenaar. En dat komt omdat hij structuren heel goed snapt. Koen heeft het ook al gezegd, andere mensen. Hij weet mensen enorm te inspireren, dat heb je allemaal al gehoord. Maar hij kan ook, juist als er structuur is, enorme chaos creëren. Alles op zijn kop gooien. Eerstejaars die merken dat nu, want wij regisseren samen het eerste jaar. Een enorme chaos creëren, puinhoop van maken, iedereen in verwarring. En dan gaat hij zitten en dan gaat hij het opnieuw als een soort mozaïek in elkaar zetten. En dat vind ik de ware kunstenaar, namelijk zijn eigen compositie, een soort Picasso. Alles op zijn kop zetten, alles anders doen.
met een enorme intuïtie. En dat is een soort geheim. En ik hoop dat ik iets van dat geheim door kan geven of door kan laten geven door al onze fantastische docenten die daar ook iets van hebben. Ook, en ik wens je heel veel succes ermee. Dank je wel. En fantastisch dat je hier vanavond even wilde komen. Jullie ook bedankt. Ga lekker zitten. Dank je wel. Na het overlijden van Jos gaf jij het experiment een beetje een andere invulling. Het werd meer gericht, een stichting met als voornamelijke doel het stimuleren van jong talent. En ik wil heel graag het woord nu geven aan een bestuurslid van het experiment, Walter Groene. Ja, wel. Nee, je mag ook blijven zitten. Blijf maar zitten. Want een fantastische avond trouwens. Want ik zat de hele tijd natuurlijk in de zaal en ik heb zelf heel erg van genoten. Niemand beter als jij. Eigenlijk is de hele avond staat in het teken van dat je mensen mee hebt genomen op je reis in het vak. En niemand beter als jij weet wat het betekent om wat talent is en hoe kostbaar talent is. En eigenlijk is het ook geen wonder dat je als betrokken vakman de Stichting Techsperiment gebruikt om dat intens gevoel wat je hebt, en waar wij als bestuur ook in onze discussies die we volop hebben, dat gevoel dat komt iedere keer heel sterk naar voren. En dat vind ik fantastisch, ik vind het ontzettend voorrecht dat wij als bestuur samen met jou dat kunnen doen. En dat je Stichting Techsperiment ook gebruikt om jong talent mee op sleeptouw te nemen. We hebben daar als stichting, we bedenken iedere keer van wat zijn nou drempels die jonge mensen ervaren als ze in dit vak verder willen. En dan hebben we die discussies over de drempels en dan denken we, oké, wat voor soort activiteiten kunnen we nou ook bedenken om een aantal van die drempels te slechten. Nou, een van die activiteiten is een bij Frank, een informele bijeenkomst bij hem thuis. Eigenlijk is het vanavond ook een Frank, maar dan in een extra large uitvoering. Het is zaak om op de genodigdenlijst te komen, want zeker als jonge mensen, omdat we daar ook de generaties bij elkaar brengen. In een informele sfeer, wetenswaardigheden over het vak uitwisselen, maar ook nieuwe contacten, kennis opdoen. Ik weet van heel veel mensen die op zo'n avond zijn geweest, dat ze dat ongelooflijk waarderen. Dus bij Frank is zo'n voorbeeld. En een ander voorbeeld is het Genesius Gilde. Genesius, de beschermheilige van de theatermensen, we hebben gezegd, kan het aloude idee van het gilde misschien ook een rol spelen voor het musical muziektheatervak? En we hebben gedacht, kunnen we iets met dat gilde idee? We hebben een Genesius Gilde opgericht en we zoeken ieder jaar een meester, een vakman die feitelijk al ergens in zijn carrière staat, die erkend wordt. En we kijken of deze persoon, dus een man of vrouw, symbool kan staan voor waar jij ook voor staat. Een inspiratiebron, maar ook een verantwoordelijkheid nemen binnen het vak en mensen op sleeptouw wil nemen. Nou, het Genesius Gilde zoekt dus een meester per jaar en dat doen we in gezamenlijkheid met het comité. En daarnaast scout het Genesius Gilde ook jaarlijks een aantal jonge gezellen. Een aantal jonge mensen die ook in die traditie staan en waarvan wij zeggen, hé, dat herkennen we, die nemen nu al verantwoordelijkheid voor zichzelf, ook voor het vak. En dat zouden later ook de mensen kunnen zijn die zelf weer inspiratiebron zijn. En zo vormt dat Genesius Gilde zich langzaam. Het is een heel spannend gebeuren. We zijn als stichting ook blij dat jij daar ook volop medewerking aan verleent. Door ook je kennis weer binnen het gilde te etaleren. Genesius Gilde is eigenlijk ook ons antwoord op die snelle omlooptijd van talenten die we kennen. Het gaat steeds sneller. Maar een goed talent heeft de tijd nodig om te rijpen. En jij zegt dat vaak genoeg, ook binnen de stichting. En ik denk dat het waar is. En het gaat steeds sneller. Nou, Max Verstappen was gisteren heel snel, 18 jaar. Maar hij moet nog een tijdje mee. En het kan. Maar in de meeste gevallen is een goede rijpingstijd essentieel voor een goede en succesvolle carrière. Nou, het Genesius Gilde, die meesters en gezellen, die ontvangen een penning. En die penning heeft zijn oorsprong in de Genesius-penning die ooit door Fred Astaire aan Wim Zonneveld is gegeven. Genesius als beschermheilige van het vak
in die penning staat de beeldenis van Genesius. En via Wim Zonneveld, de erven van Wim Zonneveld, is hij aan Jos Brink gegeven. En uiteindelijk is hij dus bij de Stichting Het Experiment terechtgekomen. En wij maken een duplicaat. En de meestergezellen die krijgen zo'n penning. Er is iets geks aan de hand, want er is eigenlijk één iemand waarvan de Stichting Het Experiment zegt, die zou best een penning mogen dragen, hè, daarvoor dingen, en die heeft er geen. Dat is namelijk Frank Sanders zelf. Dus het bestuur heeft bijna unaniem, minus één, besloten om eigenlijk een derde categorie naast de gezellenpenning en de meesterpenning een derde categorie penning te maken. Dat is de Gouden Genesius Erepenning. Die zal er ook waarschijnlijk maar één keer gedrukt worden. En we zijn blij en trots dat we vanavond jou die penning kunnen geven. En in de goede traditie van de stichting wordt dat door iemand uitgereikt die zelf het toonbeeld is van liefde voor het vak. Zoals de meeste van mensen in de zaal ook dat liefde voor het vak zo prominent in hun hart dragen. En we konden niemand beters vinden dan Albert Verlinde, die aan jou de Gouden Genesius Erepenning gaat uitreiken. Albert. Ja, ik vind het zo jammer. Frank zit de hele avond, zit ik in de artiestenfoyer, zit ik al te kijken. Lieverd. Ja, want mensen zeiden, het programma is op tijd af. En dan hadden ze niet gereden dat jij van alles ook nog ging vertellen. Nee, dat dus, maar dat gebeurt. Nou, dat doe je niks aan. Nee, ga eens even lekker zitten, want deze pijniging duurt toch een stuk langer. Nee, ik was er al bang voor. Je was er al bang voor, want ik heb dit doosje, maar dat ken je, daar wacht ik heel even mee. Maar ik kon niet anders dan ja zeggen vanavond om hier te zijn, omdat we elkaar, lieve Frank, zo ongelooflijk lang kennen. Ja. Ik denk bijna 40 jaar. Dat zegt wat over onze leeftijd, maar dat zegt ook iets over de band die we hebben. Ooit, ik kwam hier vanavond binnen, toeval bestaat niet. En in de coulissen hoorde ik, dit is de 20e eeuw zingen. Toen dacht ik, ja, zo is het allemaal begonnen. Ik in de coulissen, mijn maskerade, luisterend en kijkend naar jullie op het podium. Ik heb toevallig net vanochtend een column zitten schrijven die daarover gaat. Oh ja. Over de liefde die je opbouwt voor het vak. Als je in de coulissen kunt kijken naar zo'n voorstelling en mensen afziet hol en vervolgens weer heel charmant ziet oplopen terwijl ze even hebben puffen in de coulissen. Jij hebt voor mij, en als ik mij zeg, bedoel ik eigenlijk constant iedereen, ongelooflijk veel betekend in dit vak. Ik heb al, sinds 1983 een boemerang in mijn kast staan op mijn kantoor, die ik gekregen heb van jou en Jos op 5 december 1983. We kijken elkaar maar even niet aan. En ik kijk daar zeker 2-3 keer in de week naar. En dan lees ik weer de teksten die jullie erop geschreven hebben. Ik vind, tussen Jos en mij, dat houden we even zo. Maar ik lees wel even voor wat jij geschreven hebt op 5 december 1983. Lieve Albert, toi toi toi, deze dingen komen altijd terug. Waarschijnlijk zal het met mij ook gebeuren. Maar je maak je borst maar nat. Met waardering en love, je Frank. We wisten niet in 1983 dat echt het geval zou zijn. Dat we elkaar altijd weer tegen zouden komen. En ik zou uren kunnen praten over hoe je voor mij mijn eerste cabaretgroep geregisseerd en gevormd hebt. Waarin we ook op een gegeven moment als snoepjes over het podium moesten wandelen. En met vlaggen rondwarrelden over dat het een lieve lust had. Hoe je ook jij en Jos het eerste geld neerlegde om die groep op te richten. Hoe ik op een gegeven moment in tranen bij jullie binnen ben gehold toen je zo ziek was. En ook voor mij de wereld instortte. Laat staan wat dat voor jou betekende. Hoe we er samen waren toen alles met Jos gebeurde. Hoe ik gezien heb hoe je op een gegeven moment een stap hebt durven maken. Zeggen, ik ga niet per het podium op, ik ga een opleiding beginnen. Hoe je dat gedaan hebt. Hoe je iedere keer weer een inspiratiebron voor het vak bent. Hoe ik dronken s'nachts voor het raam stond en binnengelaten werd. En kijk dat je even bukt en dat er allemaal losse munten op de vloer vallen. Dat was heel chic allemaal. Kortom, je was er op ieder moment in je leven. En dit is de eeuw dat alles mogelijk is. En dat heb jij gedaan. Je hebt een enorme carrière opgebouwd. Je hebt de nieuwe eeuw eigenlijk vormgegeven door de talenten die jij hebt gekoesterd en die je laat groeien. Door de opleiding die je opgestart hebt, door het mens wat je bent. Laten we dat niet vergeten.
Je bent een prachtig mens, een lief mens, een groot talent en een inspiratiebron voor velen. En wat ben ik trots dat ik jou deze fantastische Genesius penning mag overhandigen. Lieve Frank, de zaal gaat staan en deze penning is voor jou. Walter Groene en Albert Verlinde. Ah, hij is mooi. Ja, dat weet ik. Ja, ik denk dat, maar dankjewel. 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 Ja. Is die meneer weer met Van de Onder foto's? Ik geef een foto. Nee, ik heb ze niet op. Ga maar weer zitten, ja. Nee, Frank, jij blijft ook even staan. Want we zijn aan het... ik neem even de penning. Au. Ik neem even de penning voor je mee. Daar wordt goed op gepast. Ja, daar staan alweer muziek. Kom even bij me staan. Want we zijn aan het einde gekomen van, naar mijn mening, een fantastische avond. Het is, ja, je wist het echt niet, hè? Want daar waren wij zo bang voor. Nee, lief, echt geen blasse aanhoem. Helemaal niet. Nee. Ah, fantastisch. Want daar vonden wij het allerbelangrijkste. Ik vond het heel leuk om die snabbel met jou te doen. Ja. Ja, hij baalt nog steeds van die 500 euro, denk ik. Ik weet het niet. Kom even hier staan, want het is natuurlijk altijd, het is altijd lastig om toegezongen te worden. Dat is, maar we vieren gaan vanavond. Ja, we gaan je toezingen. En we vieren vanavond dat je 70 bent geworden. Ja. Maar we vieren ook vanavond, vind ik, als ik zo de avond voorbij heb zien komen, dat de jeugd de toekomst heeft. En niet iedere artiest van de wat oudere generatie is enthousiast over de jeugd. En jij draagt iedereen een warm hart toe. En je wilt dat er goede dingen worden gemaakt. Nieuwe talenten opstaan. En jouw huidige studenten gaan jou nu als slot van deze avond toezingen. Mag ik zitten? Ja, wat je wil. Ze zitten in de zaal. Alles herleven en wordt vast.
Nederlander, 70 jaar. Dank je. Frank. Schat, dit was het. Althans, het gedeelte hier vanavond op het toneel. Wij gaan nu zo meteen met z'n tweeën even als eerste, breng ik jou daar, dan ben je van mij af. Dan komen alle mensen daar ook naartoe en dan ga je lekker borrelen en hem feliciteren. En mocht je hem nou niet spreken of kunnen feliciteren, dan kom je Frank ergens tegen. Of je stuurt hem een kaartje of je belt hem op. Want anders krijgen we zo'n soort bruiloftding dat je allemaal bij hem langs moet. Wordt die man gek, want we weten hij weet toch dat jullie van hem houden en vice versa. En ik van jullie. En dus dat komt allemaal goed. Ja, een Frank, dankwoord is kan niet bij natuurlijk. Wat zeg je, schat? Ja, we hebben een dankwoord. Dus ja, zeg je, maar als jij een dankwoord wil. Nee, nou ja, nou, dat ik voor moet nou ik nog bedanken nu iets, bedoel nee, je? Ik wil jou bedanken. Nee, oh, ik kan zeggen. Ik wil iedereen bedanken die zo liefdevol dit heeft gedaan. Ik ben verbijsterd ontroerd. En vooral, dat is grappig, want dit laatste nummer, dat komt uit een show die door Piet de Groot, het lied is van Piet de Groot, de muziek is van Joni, maar Joni zit in Amerika. En, met, ja. Ja. Maar het is wel bijzonder dat zijn nummer, en dat is een nummer uit een musical, een musical. Ja, dat geeft niet. Die we willen maken over. Een project. Een heel groot project. En dat dan deze tekst, dit nummer nu. En door mijn lieve mannen daar, waar ik echt, het is echt alles bij me, dat maakt het weer zo mooi rond. Ja, dus dat vind ik echt wel. Ik denk als ik namens iedereen spreek die hebben meegewerkt aan deze avond, heel graag gedaan. Nou, dank jullie wel. Dank jullie wel. Dames en heren, lang zal die leven!